Niet gekeken, hè? Nee. Okay. Weer gouden. Wat is de medaillespiegel bij Turkije? Ik ben er zojuist dankzij Chapal achter gekomen dat we er toch één hebben die meedoet. Een verspringer, schanspringer. Skispringer? Skispringer, sorry. Okay, maar het lijkt me niet dat hij voor een medaille gaat. Maar is dat in Turkije altijd de keuze? Ja. Voetbal of skispringen? Ja. Okay. Ja, dat is het stil. wij zijn optredens in stil op straat, hoor. Ja. Goed, daarover denk ik straks niet meer. We doen zeker niet elke 5 minuten een commercial break, Chris Donloo. We gaan lekker het hebben over voetbal. Met onze grote vrienden Menno Pot. En ik denk wel de Italië-kenner met de mooiste naam. Compleet gezien zeker, denk ik wel. Toch? Wesley Victor Mak. Yes. En we hebben de boys op de bank met z'n drieën. Kijk, ze is gezamenlijk zitten. Kijk, ik kan altijd weer genieten van onze Twente-man daar. Altijd met een dikke glimlach zit hij. Wat heb je nou weer te zeuren, jongen? Ik heb niks te zeuren. Maar? Niks, geen maar. Oh, nou mooi. Jan, hoe is het? Ik heb ook niks te zeuren. Jij? Nee? Gaat het helemaal goed bij Feyenoord? Ja, het gaat hartstikke goed. Eindelijk, ik zit hier al wekenlang te verkondigen. Er moet wat aan Gio gezaagd worden en het is eindelijk aan het gebeuren. Okay. Wat is het eigenlijk rustig dan zo'n week na zo'n blamage? Als je dan kijkt, als Ajax zo'n wedstrijd verliest, dan is dat toch wel een week lang ding. Ja, Jan de Jong heeft gezegd, we vertrouwen in Gio en hij moet een soort Wenger-rol gaan krijgen, hè, bij Feyenoord. Ja, dus, interessant, interessant stuk was dat wederom. ook vooral het verhaal, want een van jouw beste vrienden heeft hem geïnterviewd, Mikko Schauka. Ja. En het was interessant om te zien over Jurgensen wat hij zei. Hè? Heb je zijn uitspraak gezien dat ze het niet vonden? Nou, ze vonden het belangrijk om Jurgensen te behouden en daar de focus te houden op het sportieve aspect. Ja. Dan hem voor 17 miljoen te verkopen. Dan kan je afvragen wat het sportieve aspect is voor dit seizoen voor Feyenoord. Beker, dan heeft hij weer een prijs en dan is het allemaal weer goed in Rotterdam. Ja, maar denk hoeveel procent kans heb je minder op de beker als Jurgensen er niet is, zeg maar? Nou, de Jurgensen nu maakt het niet heel veel uit. Sinds de winterstop is hij ook echt niet meer in vorm. Nee. Maar ik begrijp wel dat Feyenoord, het is natuurlijk, vorig jaar was hij bij far de beste speler bij Feyenoord. En ook dit seizoen is hij ook alweer belangrijk geweest. Dus dat begrijp ik op zich wel. Maar 17 miljoen laten lopen voor een beker vind ik wat overdreven. Het zou zo fijn zijn als clubs, denk ik, in dit soort situaties een beetje de emotie uitzetten. Want ja, tuurlijk. Weet je, Jurgensen is volgens mij 26. Het zou goed kunnen. 26. Ja. Uit het niets een beetje bij Feyenoord belandt. Een fantastisch seizoen, een titel. Ja, die wil je dan graag behouden. Maar het is dan op dit moment allemaal wat minder. 27 al. Ja. Je gaat, dat geld moet je gewoon vangen. En dan ga je maar weer op zoek naar de volgende. 5,5 keer de aankoopprijs konden ze ervan krijgen. Dus eigenlijk, wij hebben het hier van een week buiten de uitzending over gehad. Dolberg, ander verhaal, jong talent. Maar de geruchten gingen natuurlijk met 50 miljoen afgelopen zomer. Ja. Monaco. Ik heb nooit hard gekregen dat bot er inderdaad geweest is, hoor. Nee. Het kan ook. Ik had toen een beetje de indruk dat misschien een beetje een publiciteitsstunt van Ajax was. Van Overmars? Om aan de fans te laten zien van, we hebben een heel dik bot gekregen, maar we hebben nee gezegd, jongens. Ja. Want dat werd erg van hem gevraagd toen. Om eens een keer nee te zeggen tegen een flinke smak geld. Dus je kan dan ook een smak geld verzinnen en een nee tegen zeggen. Dus dat kan gespeeld hebben toen. En wat Feyenoord betreft, het is een heel goed teken dat die tegen 17 miljoen weer nee kunnen zeggen. Want dat was een aantal jaar geleden wel anders. Ja, absoluut. En ik denk dat ze er uiteindelijk geen nee tegen gaan zeggen. Laat ik het. Ik denk dat ze het doen als dat serieus gaat spelen. Ja, wat is jouw club eigenlijk in Nederland? Ajax. Ajax, ja. Oké. Ja. Nou, lekker verdeelde tafel dan. daar wat tegengeluiden. Eigenlijk, Thomas. Ja. Voor wie ben jij eigenlijk? Gaan we weer. Nou, de kijkers willen het weten. Ja, ik heb geen club, dat weet je toch? Je hebt geen club? Nee. Ja. Op geen enkel niveau? Ik geloof dat van niveau. Niemand, maar van Thomas wel. Wat zeg je? Op geen enkel niveau. Nee, ook niet in het buitenland? Ook niet in het buitenland. Ook geen favoriete speler? Nou, er zijn wel voetballers die goed kunnen voetballen natuurlijk, maar... Hey. Kijk, daarvoor zit Thomas in. Heel goed. Hoe is het dan om tussen twee mensen zitten die zo erg hun voorkeur voor een bepaalde club uitspreken? Ja, ik vind het altijd wel mooi als mensen zo van een club kunnen houden of zo. Ik vind dat maakt het juist leuk. En dat vind ik juist ook zo leuk dat ik dat niet ben. Omdat ik dan extra kan genieten van mensen die het wel zijn. Ja, en denk je dat zij het dan ook kunnen redden in de voetbaljournalistiek als ze een bepaalde voorkeur hebben voor een voetbalclub? Oh, ongetwijfeld. Ja? Ongetwijfeld. Nou ja, je bent wel een voorbeeld natuurlijk, Menno. Ja, maar ik ben geen voetbaljournalist, vind ik. Oh, oh. Nee. Even wat rechtzetten. We gaan even, wacht, ik ga even die titel aanpassen onder bij je beeld. Nee, want ik schrijf helemaal niet
wedstrijdverslagen en verhalen over transfers en weet ik allemaal wat. Dat interesseert me ook eigenlijk niet echt heel veel. Ik ben voetbalschrijver, columnist. Schrijver, oké. Okay. Gaat me om mooie stukken maken. Ja, dit is natuurlijk heel lastig om voor jou te zeggen, maar wat vind je nou het leukste om te schrijven en voor welk podium? Nou, ik schrijf een wekelijks Ajax-columpje in het Parool. Dat is 300 woordjes. Met ja. Even, dan probeer ik altijd even iets grappigs te doen. Wat niet altijd lukt, maar soms wel. Dat is heel leuk, om in zijn beknopte kortheid. En het andere wat ik doe is vooral langere verhalen maken voor het blad Santos bijvoorbeeld. Ja. En dat is weer op een heel andere manier genieten. Ik heb net een groot verhaal gemaakt over Roelof Luinge. De cultscheidsrechter die in het amateurvoetbal nu rondloopt. Een paar wedstrijden met hem meegelopen. En ja, dat is echt feest. Dat is het allermooiste, ja. Ja, iedereen is altijd Hosanna, Roelof Luinge. Ik heb het gewoon niet zo echt op die man. Oh, je zou anders piepen als je met hem meegaat. Dan ben je fan. Hij werkt bij de Belastingdienst, toch? Ja, gaat hij stoppen. Eind van het jaar. Ik weet namelijk maar dat wat collega's uit het vak wel eens een keer een belletje hebben gekregen van hem. Wat mediamensen. Dat ze ergens hadden gezeten en dat hij had gezegd... volgens mij hebben we dit niet gezien bij je belastingaangifte. Oké. Okay. Nou, ja. Zou kunnen. Weet ook ik. Dat is Roelof Luinge. Makkelijk. Nee, maar waarom gaat... Roelof is liefhebber, hè? Ja? Roelof is echt liefhebber. Die fluit eerste klasse vooral veel. Eerste klasse amateurs. Als het moet, ze bellen hem voortdurend of hij nog een andere wedstrijd wil doen. En in de periode dat ik met hem meeliep, floot hij 4 wedstrijden in 5 dagen. En hij pakt gewoon overal zijn tas voor in. Hij vindt het leuk. En hij geniet van niks meer dan in zo'n kleedkamertje zitten. En zich klaarmaken voor weer een wedstrijd. En dan het veld opgaan met die mannen. Als ik een keer tijd over heb, ga ik een keer kijken naar een wedstrijd van Roelof Luinge. Echt doen, hoor. Ja. Overigens, laatste nieuws uit Sittard. Veel nieuws deze week. niet echt, toch? Ik heb me hier laten zelf vertellen, want ik heb het een beetje links laten liggen. Jordi. Het is uiteindelijk toch wel zo ver gekomen. Hè. Maar wat is nou het verhaal, Jordi? Ik vond het mooi om te zien, want de voorzitter van Fortuna zit natuurlijk gewoon open op Twitter. En, die zit behoorlijk open op Twitter. Ja, en die tweette ook, zeg maar, voordat hij op non-actief was gesteld, eigenlijk wel een signaal van het gaat zo aankomen. Dat vond ik gewoon wel leuk om het op die manier te zien. Ja. Dat kan natuurlijk ook, zeg maar, in de kleinschaligheid. Maar ja, daarna is het wel volgens mij aardige modder aan het gooien op dit moment. Met een stellige Sunday Oliseh, waar ik mijn twijfels over heb. Hij stuurde, I confirm, due to my refusal to participate in illegal activities at Fortuna Sittard and violate the law. I have been suspended from my duties as coach by the foreign owners, even de nadruk op foreign owners, of Fortuna. Unfortunate for the lovely fans, my players, and our hard-fought phenomenal positioning for promotion. Ja, er zit wel een goede PR-machine hier achter. Ja, ik geloof niet eens dat het een PR-machine is. Ik geloof gewoon dat het oprecht zijn gedachtegoed is. En dat hij nu gewoon een beetje een kat in het nauw is. En ja, daar valt van alles van te vinden. Hij zit er natuurlijk niet sinds gisteren. Als je dan zo, als dat al zou spelen en je bent daar zo op tegen, dan was je toch al weg geweest. Ja. Voor de teleurstellende resultaten. En hij heeft zelf al aangetoond nogal een gecompliceerde persoonlijkheid zijn omtrent zijn mening. Over de teambezetting en over de mogelijkheden op de transfermarkt en dat soort dingen. Ja, het klinkt allemaal niet in het voordeel van Sunday Oliseh. Nee, Claudio Braga neemt het voorlopig waar. Ja, de hoofdjeugdopleidingen. Ja. En er zit natuurlijk een duidelijke link met het Portugees voetbal, ook op het veld zie je dat. Klinkt niet echt als een Limburgse naam namelijk. Nee. Maar hoe heet het? Wat wel gek is natuurlijk, is dat er werd gesuggereerd dat Hofland het zou opvolgen daar. En dat hij nu als assistent aanschuift. Ja, maar ik weet ook niet of Kevin Hofland de papier heeft. Nee, heeft hij niet. Nou ja, dat zou een optie kunnen zijn natuurlijk. Ja, Stroman uit Portugal. Ja. Nou, het is jammer dat we last nu niet hier hebben. Maar Thomas was stellig. Thomas is een van de weinige mensen die in team Oliseh zit. Dus, Ja, en goed is ingevoerd in de Super League. Dus Thomas. Hey, ik heb niet zozeer een team, Vef, maar... Ook hierin heeft hij geen team. Ik denk dat Thomas zelfs in de oorlog zou zeggen... Nou ja, je kan zeggen dat ik voor Nederland ben, maar... Je het Zwitserse voetbal. Ja. Nee, maar ja, inderdaad. Oliseh zegt gewoon heel stellig... Ik wil bij Fortuna blijven. Ik heb anderhalf jaar contract. Nou, wat vind je van zijn tweet dan? Daarvoor? Die tweet waarin hij zegt de illegale praktijken bezig zijn. Dan lijkt me raar dat je daar dan nog wil blijven werken. Maar hij zegt dat dat binnen de club dan opgelost moet worden.
Oh, dus eerst die illegal activity stoppen en dan gaat hij weer door. Ja, maar natuurlijk als hij nu zou zeggen van ik wil weg daar, ik ben daar klaar mee. Dan is het natuurlijk voor de club ook heel makkelijk om zijn contract te ontbinden zonder dat ze hem moeten betalen natuurlijk. Ja. Dus hij moet ook wel, want anders krijgt hij helemaal geen geld meer. Maar het is toch een voetballerij? Hij zegt toch ook dat spelers gedwongen zijn om belastende verklaringen tegen hem te tekenen? Ja. Even serieus, dit kan toch niet anders dat iemand hier, dat dit gescript is voor een groot merk of zo? Heb je gezien waar dat interview werd opgenomen? Nee. Voor het, als ik het goed heb, voor het stadion van MVV. Ja? Bij de Geuzelt. Dat waren al die reacties eronder. Met Sunder Ölüsen. Als we het hebben over het interview bij Fox Sports. Ja. Dat spelers hem hadden opgebeld. Trainer, wij moeten nu iets ondertekenen. Dat hebben we niet gedaan en dat zo. Ik geloof er niks van. Zit die Turkse eigenaar, is dat een soort eigenaar van de Turkse Disney of zo? Nee, absoluut niet. Nee. Maar ik denk ook... Maar het is zo'n raar verhaal, want het speelt natuurlijk al weken, Wesley ook. Zeker, Ja, het werd toch ook al lang voor het eindelijk een feit was, als voldongen feit gebracht in de media. VI had inderdaad vorige maand al gezegd dat hij ontslagen was, toch? Iets te enthousiast gesproken en neus VI er maar vanuit gegaan. Ja, dat er zo'n deadline is om 4:00 's middags voor een e-mail en dat iemand al op enter drukt. Wat gek is, vind ik dan dat ze dat niet even corrigeren dan. Het kan toch dat je dan dit mis zit? Nou ja, ik ben verkeerd geïnformeerd. Nou, sorry. VI heeft er geen woord meer over gezegd daarna. Nee, trouwens, als je weet waar Claudia Braga vorig jaar nog trainer was, dan ben je echt de grootste voetbalidioot die we kennen. Iemand hier? Begint het met een A? Zo. Nee? Ja? Wel? Alcanensis of zo? Wat goed van jou. Is dat echt waar? Nee, tuurlijk niet. VV Nieuwekerk in de eerste klasse. VV Nieuwekerk! Dat zegt onze eigen... Gerard zegt dat in de chat. Okay. Goedendag, Justin. VV Nieuwekerk, jezus, kom dan. Ja, nee, er is ineens... er was een derde divisionist, dat was wel een beetje loesje, in Portugal. Ja. Die aantal Turkse talenten overnam. Maar dat was meer een beetje een sluikroute, want die jongens zijn nu allemaal herverdeeld over de Primera Division daar. Mooi. Maar hoe is het contact met de eigenaar? Is die dan nu nog steeds zo goed bereikbaar voor jou? Ja, je hebt een hotline met hem, toch? Nee. Jij brengt dat altijd zo. We kennen elkaar niet. We kennen elkaar persoonlijk niet. Ben je een vertrouweling van hem? Nee, niet. Hij is gewoon groot fan van Afkikken. Ja? Ja. Of van FC Buitenland? Nou, of van JOVO? Van JOVO, denk ik. Maar dat kan niet. Jullie zit hij nu ook te kijken dan, denk je? Dat denk ik niet, want hij kan geen Nederlands. Hoe is hij dan fan van Afkikken? Nou, je moet zeggen, onze Turkse specials zijn fantastisch. Je moet even goed zoeken op het YouTube. Nee, maar zij zijn nogal geschrokken van de aandacht die zeg maar zo'n vereniging krijgt. En dat doet Lars natuurlijk vol passie en met overgave. En dat vinden zij leuk. En daarom is de deur ook altijd open voor ons. En niet zozeer omdat ze het kunnen verstaan. Ik ben trouwens geschokt dat mijn Engels niet zo goed is, volgens Tom Dekker. Ik hoop dat mijn moeder dit nu niet kijkt, dan... Ja, maar je probeert accentloos, dat moet je nooit doen. Oké. Thomas, er komt een vraag binnen. Fortuna, gaan ze nu weer winnen? Of gaat het alleen maar verder bergafwaarts met de resultaten? Ligt het aan Sunday Odyssey de laatste week? Of ligt het gewoon aan de ploeg? Nou ja, wat Olysee zelf zei, is dat het gewoon ligt aan dat er gewoon heel veel oneenigheid is, zeg maar, binnen de groep. Zeg maar, dat er momenteel iedereen verwijt elkaar dingen. Binnen het bestuur, binnen de training, binnen het team, zeg maar. Dus er is natuurlijk heel veel onrust. Dus hij zegt, dat is wel een van de redenen dat de resultaten zo slecht zijn. Alleen, dat hebben wij nooit naar buiten mogen brengen in verband met de sancties die erop zouden staan. Ja. Dus nou ja, je zou denken dat nu Olysee weg is. Het blijft natuurlijk onrustig nu de komende weken, want het blijft touwtrekken tussen Olysee en de club. Dus ja, ik vraag me af of ze winnen vanavond. Maar ja, Telstar, vorige week ook niet zo goed volgens mij. Dat zou toch wel... Ja, kijk... Dit is natuurlijk een fantastische ervaring voor Per Schuurs. Voor de potentiële slangengeld die Ajax ook kan zijn. Die komt in Amsterdam. Die denkt echt, jongens, waar hebben jullie het over? Ja, die is er helemaal klaar voor. Ja, dat is heel goed. Misschien heeft Ajax dit wel bewust geïnitieerd via Sunday. Ja, ja, maar het is wel... Ja, ik vind het zo raar. Wij zijn daar vorig jaar geweest, toen leek er helemaal niks aan de hand. Super vriendelijke mensen bij Fortuna. Heel gemoedelijk. Ja, nee, het lijkt nu echt intriges als bij Ajax in zijn beste tijd. Ja. Met de fluwele revolutie. Maar dat je was hebt, het is het. Kijk, je hebt ook nog de Nederlandse wetgeving. Als een Sunday Olysee graag het liefst bij Fortuna zou willen blijven werken en hij vindt dat het heel erg onterecht is dat hij nu weg moet, kan hij het aanvechten.
lijkt me. Dan kun je je gelijk halen via een rechter. Ja, en waarom ik wat dat betreft denk dat Fortuna de betere papieren heeft, omdat Fortuna het wil aanvechten dat ze hem kunnen ontbinden, zeg maar zonder tegemoetkoming van de resterende anderhalf jaar contract. Dus ja, die gaan niet met lege handen naar de rechter om te zeggen van, nou ja, we willen van Olijzee af, kunt u helpen? Nee. Wat is trouwens nu de deal over contracten en afkopen en dat soort dingen? Dennis Bergkamp? Die ging een advocaat in hand nemen bij Ajax. Ja. Wat is het laatste nieuws daarvan? Dat is wat ik weet. Daar heb ik geen update van gehad. Okay. Volgens mij loopt het nog niet. Ja. Maar aan de achterkant zijn er natuurlijk wel twee hele interessante, ja, wel pijnlijke dossiers voor Ajax. Natuurlijk Bergkamp, kind van de club. Nu naar uitgang gebonjourd. En natuurlijk de zaak Nouri, wat ook natuurlijk nog steeds aan de achterkant speelt. Ja. Ja. Ja, dat is helemaal al iets waar ik niet eens iets over zou durven zeggen. Nee, natuurlijk. Dan heb je het echt over puur medische zaken. Ja. Wie er dan... Kijk, er bestaat ook nog wel een verschil. Het is goed dat zoiets tot de bodem wordt uitgezocht. Hè? Dus op een gegeven moment, als daar kritische vragen over bestaan, laat ze in godsnaam gesteld worden. En dat moet dan maar opgelost worden door mensen die er verstand van hebben. Ja. Maar ik ben daar heel voorzichtig in, omdat ik vind dat eigenlijk iedereen die hierbij betrokken is een zekere empathie en liefde verdient. Want er is helemaal niemand die dit wilde natuurlijk. Nee, maar dat is het ook vooral. Dus iedereen heeft zijn best gedaan om die jongen zo goed mogelijk te helpen. Niemand heeft gewild dat dit gebeurde. Dus iedereen is hier in wezen verdrietig om. Ja. En zelfs als er zou blijken dat de dingen fout zijn gelopen, dan moet je nog altijd dat in je hoofd houden tegenover de mensen die dan misschien fouten gemaakt zouden hebben. Tuurlijk, ja. En dat is de vraag. Alleen wat ik meer zat te denken in de auto op weg hier naartoe is, het rommelt aan zoveel kanten bij Ajax. Dus op het veld, maar daar gaan we denk ik later nog over hebben. Want ja, Erik ten Hag is gekomen en het is nog heel vroeg. Maar ja, hij werd een beetje binnengehaald als, nou, nu gaat het veranderen. Nu gaan we eindelijk weer sprankelend voetbal zien wat we onder Peter Bos hebben gezien. Jordi, dan voor mij is het in ieder geval niet heel veel beter geworden. Dat zeg ik nog netjes. Nee, ja, nee, ja, ik zit hier wekelijks mijn mening. Om heel eerlijk te zijn, is Ten Hag toch ook geen sprankelende trainer. Nee, bijvoorbeeld Utrecht, die heeft wel goed gepresteerd, gewoon boven hun kunnen misschien zelfs. Ja. Maar sprankelend voetbal heb ik daar nou ook niet echt. Nee, maar dat ging heel vaak om eerder, zeg maar, eerder in zijn carrière, omdat bij Utrecht goed werk gedaan, maar natuurlijk op basis van reactie, op basis van dat je de mindere partij bent in sommige wedstrijden. En dan werd er vaak aangehaald dat in zijn eerdere, als hij het betere team had van de twee, over het algemeen, dat hij dan wel leuk aanvallend voetbal speelde. Ja. Ja. En ja, dat is inderdaad nog niet af te lezen, denk ik, in het geheel. Ik vind het erg unfair om nu al die man de maat te gaan nemen. Nee, maar dat lijkt me niet. 5 wedstrijden of 6 wedstrijden, zoiets. Want deze man die heeft ook een beetje tegen dat hij een tukker is, dat hij een boertje van buiten is. Hè. Dat hoor je op de tribune ook veel. Hij heeft een accentje. Zo. Dan heb je sowieso al minder krediet bij Ajax. Als het John van het Schip geweest was, dan had hij een stuk meer geduld gekregen van het publiek. Daar kan je donder op zeggen. En bovendien speelt gewoon het ongeduld van Ajaxie ermee. We hebben sinds 2014 geen landstitel meer gewonnen. Sterker nog, helemaal niks meer gewonnen sinds 2014. Iedereen vindt dat het heel hoog tijd weer eens wordt. Maar ja, dat Ajax sinds 2014 geen landstitel heeft gepakt en dat hij geen Amsterdammer is, daar kan Erik ten Hag ook niks aan doen. Nee. Dus deze trainer verdient de tijd en het geduld zoals iedere nieuwe werknemer dat verdient. Ja, ik zit alleen wel te denken dat juist, ik had het gevoel, maar dat weten jullie beter als Ajax, het sentiment redelijk goed is bij ten Hag toen hij binnenkwam. Ja. Toch? Ja. Er is altijd, met Keizer was natuurlijk een hele andere keuze, maar daar waren mensen heel sceptisch over. Het is best wel... Best ik weet wel bij gom, Peter Bos, best wel toen hij binnenkwam, toch? Nou ja, die had ook een bepaald iets te overwinnen, omdat hij natuurlijk bij Feyenoord gewerkt had. Vond ik ook idioot, belachelijk, volstrekt ridicule sentimenten zijn dat. Maar Ten Hag, daar speelde ook een beetje mee, en dit heb ik ook al eens in een columnpje opgeschreven. Dat bijna iedereen een zekere mededogen met Marcel Keizer voelde voor de manier waarop hij ontslagen is. Ja. En dat er dan dus meteen al een soort skepsis is van, oh, dus deze man moet het nu overnemen van Keizer. Ja, hartstikke precies. Lullig. Dus laat hij het maar heel gauw heel goed doen, want anders dan, weet je wel. Ja. Maar hoe gesapig die overgang is gegaan, zeg maar, qua media en aanstelling en ontslag. Dat is een beetje hoe dat ook in de ploeg zich uit op dit moment, heb ik het idee. Ja, dat, en ik denk ook dat spelers die houden zich natuurlijk weer een tijdje koest, nu allemaal.
Feit is wel dat Erik ten Hag, als je naar de resultaten kijkt, uitzonderlijk goed begonnen is voor een nieuwe trainer. Ja. Want de meeste trainers krijgen in de eerste week een aantal tikken. Ja. Hij heeft nog niet verloren tot nu toe. Qua voetbal is het natuurlijk nog niet om blij van te worden. En lijkt het zelfs eigenlijk slechter te worden nu, de laatste weken. Terwijl Marcel Keizer in december de boel aardig op de rit leek te hebben. Dus die gekke timing van dat ontslag, dat was natuurlijk voor Erik ten Hag ook al niet een leuk begin. Dat er net van PSV gewonnen was, net van AZ gewonnen was. En dan kom je daar binnen en moet je het overnemen. Ja. En goed, ik zag natuurlijk net wel in de VI, want volgens mij was er inderdaad een soort analyse gemaakt weer door iemand, een soort tussentijds rapport over Keizer. Freek Jansen, zeker. Freek Jansen, inderdaad. En ook gewoon wat Erik ten Hag kennelijk daar zelf heeft gezegd, dat hij natuurlijk ook niet de mogelijkheid heeft om nu te gaan experimenteren met nieuwe dingen. Nee. Dat zijn normaal er moet gewonnen worden. Ja, maar dat zijn normaal gewoon de dingen die je doet in de voorbereiding. Ja. Of zeker aan het begin van het seizoen als je nog geen 7 punten achter staat. Maar hij kan nu wel zeggen, ik ga inderdaad drastisch anders spelen. Misschien zoals je het zelf zou willen. Of misschien zoals voor de toekomst van Ajax goed is. Ja. Maar goed, ja, als je dan nu punten verspeelt, dan ben je inderdaad is je kampioenschap nu al weg in februari. Gaat sowieso. We hebben het niet over hele leuke dingen bij Ajax. En ondertussen is Feyenoord onder 19 op een 2-1 voorsprong gekomen op de toekomst tegen Ajax onder 19. De mine-klassieker. Dus ik zie gewoon publiek weer. Dat is ook al een tijd geleden. Ja, dat klinkt heel gek natuurlijk, maar het is een tijd geweest zelfs van mij dat bij de wedstrijd, kijk Jan even aan. Jan weet dit allemaal, dit soort dingen. Ja, wel natuurlijk Van Persie een keer belaagd is toen. Dat was bij Jong, toch? Ja. Dus daar is wel zijn ze wel wat streng op geweest. Ze hebben hem verplaatst naar vanmiddag, want het zou eigenlijk morgenmiddag om 14:30 zijn. Maar ze wilden niet te veel publiek, dus ze hebben nu op 16:30 op vrijdag gezet. Oké, heel goed. Maurits, hoe is het met FC Twente? Niet beter dan de laatste keer dat ik hier zat. Oké. Waarom niet? Omdat we nog steeds niet meer punten hebben. Maar ik heb redelijk goed nieuws, want Thomas heeft voor mij iets uitgezocht. Oké. Nou, dankjewel. In 2000 degradeerde FC Den Bosch. Werd het jaar erop kampioen. William Vloed. VVV Venlo 2018, hetzelfde scenario, 2019 kampioen. Graafschap in 2009, RKC in 2010, Willem II in 2013, NEC in 2014. Dus, het nou helemaal misgaan met FC Twente, dan is de kans best groot dat je meteen weer terug bent. Ja, maar die lijst vind ik niet zo relevant. Oh, dat vind je niet zo relevant, waarom niet? Dit zijn dat wij nu alle concurrenten thuis krijgen. Oké, maar laat ik het dan zo stellen. Zondag hè, is het 14:30. Nummer 18 tegen nummer 17. FC Twente tegen Sparta. Mocht je die niet winnen, wat dan? Ja, dan heb ik er nog steeds vertrouwen in. Okay. In ieder geval, ik heb er dan vertrouwen in dat we er niet direct uitgaan. Als je die verliest, blijf je er dan rechtstreeks in? Nee, dat denk ik rechtstreeks niet. Ik denk dat je dan wel in de degradatiezone blijft, maar Twente blijft erin. Oké. Wat is de algehele tendens een beetje zoals jou, Maurits? Bij de Enschede supporters, Twente. Ben jij de stem van het Twentse volk? Nee, maar gemiddeld gezien zijn er meer mensen heftig aan het morren. En breng jij de nuance? Of is iedereen zo van, we gaan dit wel redden? Twente is bang. Supporters zijn bang, denk ik. Ja, maar dat is beter dan jouw rustige instelling, want dat gaat meestal wel fout. Ik ben arrogant zelfs, denk ik, van Maurits. Wat? Dat het bijna arrogant is. Doe als je Twente ziet voetballen de afgelopen week. Ik ben er ook echt heel bang voor. Het zou zomaar kunnen, maar ik heb die wedstrijden gezien. Het spel is beter geworden. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat je na al die linkerrijtje ploegen waar je toch niet heel slecht hebt tegen gespeeld, niet altijd, dat je nu tegen de concurrenten alles ook gaat verliezen. Dat kan ik me niet voorstellen. Jij zegt het spel is beter geworden, hè? Qua cijfers zie je dat niet. Minder punten per wedstrijd, meer tegendoelpunten, minder aanvallende. Dat is onzin. Nee, maar dat is geen onzin, want je ziet aan de cijfers dat er minder... Je kan iets over het spel vinden, maar gewoon, ja, dit is wel Opta Jan. Hè? Die komt gewoon met keiharde feiten. Qua cijfers, Maurits, is het niet beter. Maar jij zegt het spel is beter. Nou, jij ziet vaker 90 minuten dan wat ik het doe. Wat is er dan nu verbeterd onder Verbeek wat er eerst minder goed was? Het lijkt aantrekkelijker. Er lijkt meer schwung in te zetten, meer dynamiek, meer passie. Maar het resultaat is nog steeds niet zo best. Ik kan niet anders zeggen, ik weet niet of jullie dat deelden, maar die wedstrijd tegen Ajax had ik toch wel op een gegeven moment het idee dat ik het best wel prima vond dat Asseidi en Alhamdoui er niet waren. Ja. Twente heeft ook gewoon pech gehad, hè? Want tegen Ajax hadden ze dit weekend punt kunnen halen. Tegen ADO hebben ze toen in de laatste minuut verloren, tegen PSV. Dus het heeft ook niet allemaal meegezeten. Nee. En maar dat is volgens mij het gevaarlijkste scenario, als het elke keer een beetje tegen zit voor je gevoel. Ja, maar dit was allemaal toch wel te relativeren, omdat je tegen... Je hebt nu twee keer tegen Ajax, twee keer tegen PSV, twee keer tegen Heerenveen. Dus maar nu moet het echt gaan gebeuren. Dus ik hou mijn hart vast. Maar als Twente zondag 3 punten pakt, denk ik dat wij gewoon er nog rechtstreeks in gaan blijven. Ja.
kan me niet voorstellen dat die eruit gaan. Stel, hè, Maurits, we gunnen jou natuurlijk het allerbeste en geen degradatie. Ik denk dat de enige is dat Vef dat hoopt dat Twente eruit vliegt. Vef hoopt dat niet. Vef hoopt, die vindt het gewoon leuk om mij te stangen. Hoop denk je? Hoop ik dan maar. Oh, hoop je maar. Maar stel jullie degraderen, dan is het toch klaar met de club? Nou ja, daar ben ik dus een beetje benieuwd naar. Ik denk dat Jan van Halst en Erik Velderman, de financiële man erachter, daar niet zo heel veel uitspraken meer over doen. Toen ze met die licentie in de knel kwamen toen, en toen die degradatie ter sprake kwam van de straf van de KVB, jullie worden teruggezet. Toen werd het natuurlijk wel naar buiten gebracht van, ja, anders zijn we weg, weet je wel. Dat is het laatste redmiddel. Maar ik denk dat ze dat nu niet naar buiten brengen om de druk niet nog meer op de spelers te leggen, zeg maar. Als zij nu gaan zeggen van, ja, de club is weg als we degraderen. Maar ik hoorde, ja, sowieso, zij hebben nog steeds de vijfde kunnen, of zesde begroting van Nederland. De vierde begroting van Nederland. Vierde zelfs. Ja. Ja, en dat, ja, hoe hard keldert dat achteruit dan? Nou, dat keldert niet zozeer achteruit. Alleen alles gaat naar de schuldsanering. Alles is schuld. Ze betalen, moeten schulden afbetalen. Ja, maar er komt toch enorm veel minder geld binnen dan? Aan? Wat bedoel je? Nou, aan inkomsten. Ja, tuurlijk. Maar de begroting is ook wel flink afgenomen. Maar ze zijn nog steeds de vierde begroting van Nederland. Oké, nee, maar ik bedoel, als je degradeert, dan neemt hij toch nog meer af. En je hebt nog al die lopende contracten die je nog hebt met spelers. Ja, ik denk, Twente kennende, dat zij de fout hebben gemaakt dat er nergens een clausule in staat. Bij degradatie halveert je salaris. Gok ik. Denk jij? Ik weet het niet, ik ken die contracten niet. Misschien bij de laatste spelers denk ik wel. Denk ik, zeg maar na het grote, denk ik het wel. Ja, ik weet het niet, maar er zijn geen uitspraken. Ik denk bijvoorbeeld dat een Azaïdi en dat soort dingen wel ontbindende factoren hebben op het moment dat ze naar de Jupe moeten. Dat ze transfervrij weg mogen. Ja, dat denk ik wel, ik denk ja, dat Twente het niet meer verwacht had, omdat ze vorig jaar, bijvoorbeeld je zegt Azaïdi, ja, die werd aangetrokken toen ze zesde stonden in de winterstop vorig jaar. Ja. Ja. Dus ja, ik weet het niet, maar ze zullen er nu niet, Jan van Halst zal nu niet bij een interview gaan zeggen van ja jongens, als we nu degraderen dan is de hele club weg. Want dan leg je zo'n hoge druk bij die spelers. Dat kan alleen maar het spel ten slechte komen, denk ik. Ja, maar die spelers voelen dit ook toch wel. Ja, nou, als de hele, maar dit gaat om degradatie. Als je de hele club op je... als jij het lot in je handen hebt van een hele club, dat is toch wel iets anders, vind ik. Maar denk ik. Ja, ik denk toch, met alle respect, spelers hebben toch niet in die zin zo'n veel clubliefde. Nee. Kijk, met alle... Azaïdi en zo, fantastisch voetballer, maar die vinden volgend jaar toch wel weer een club. Ja, maar hoeveel Azaïdi's lopen bij SC Twente? Niet veel. Ja, denk je dat... Hoeveel jongens van de eigen jeugd? Wat denk je van Verbeek? Verbeek is een Twente-jongen, die op zijn achtste zat. Oké. Er zullen misschien 3-4 jongens zijn die het echt... Ik denk dat niemand het leuk vindt, laat ik dat vooropstellen dat je degradeert. Maar aan de andere kant, ja, een Danny Holla zal er toch niet heel veel tranen om laten? Nou ja, een Thomas Lam? Een Tom Boeren? Dus? Nee, maar ik bedoel meer te zeggen dat het sentiment, wat jij zegt, dat bij supporters en dat zo leeft. Natuurlijk zetten ze hun beste beentje voor, maar als ze degraderen, ja. Het is een zakenwereld. Ja. Jordi noemt net een hele lijst met clubs op die degradeerden en meteen daarna weer kampioen werden. Dat komt ook omdat veel van die clubs wisten, je hebt eigenlijk één kans. Als je degradeert, dan moet het eigenlijk meteen weer gebeuren. Ja. Zo niet, dan val je echt in het gat. Dan is het financieel klaar. En ik zou me juist kunnen voorstellen dat Twente een negatieve uitzondering op die regel is. Want als Twente eruit gaat, dan gaat dus echt iedereen weg bij die club. Heeft Twente dat geld dat ze daarmee verdienen ook hard nodig om schulden af te lossen? Kan er geen nieuw elftal gehaald worden? Geen top-jup voor maken. Dan staat er volgend jaar een jeugdelftal in het veld in de Jupiler League. En dan zou het maar zo kunnen dat Twente ook echt lange tijd laag blijft acteren in de Jupiler. Dat denk ik ook. Ik denk als je nu degradeert dat het klaar is. Ja, dus voor een paar jaar in ieder geval. En ik weet het niet. Vorig jaar was het zo, als we nu naar de Jupiler League gaan, dan zijn we helemaal weg. En dat zou nu ook nog kunnen. Het niet willen benoemen om de druk weg te houden bij de selectie. Ik zou juist volledig daarop gooien. De trainer maar Jordi misschien is het ook wel gezegd. Gewoon elke dag zeggen van jongens, deze hele, ja, tuurlijk, hele stad. Ja. Die zoek, ja. Het beste niet eruit te krijgen. Ja. Jordi, ja, wat zegt dan Azaïdi tegen je? Ja, nee, dan speelt Azaïdi niet meer bij mij. Ja, dus dan speel je alleen maar spelers op die... En die onverstaanbare jongen uit Krochten van Enschede, die staat erin. Ja, dan. En die, ja, op de laatste speeldag speelt hij ons veilig. Ja, ga toch op, man. Een romanticus, joh. Nee, zo werkt het toch nieuw. Nou, oké. Ze hebben hier nog niet gebeld. Ik zou het wel willen zien, hoor. Verbeek, ik ben te weinig op tv om daar trainer te mogen worden. Huh? Nee, maar Twente gaat die degradatiepotjes winnen, hoor, de komende weken. Ja? Ja, denk ik. Hoop je het? Het maakt me geen moer uit. Voor mij, Wesley, Ajax en Twente liggen elkaar niet zo, toch? Ja, ik heb er niet zo'n groot probleem mee. Maar ik denk wel, zeker als je nu vergelijkt met zo'n Sparta, heeft Twente natuurlijk gewoon veel meer kwaliteit op dat veld lopen. Ja. Dus je kunt veel zeggen van Twente. Maar hallo, Sparta heeft wel
Michiel Kramer binnengehaald. Ja, kwaliteit staat dus nog steeds. Jij hebt hem van de week gesproken. Wat was zijn eerste reactie, Jordi? Nee, dat weet ik niet. Maar ik zag hem alweer lachend vertellen dat als ze erin blijven, dat iedereen een broodje kroket krijgt. Ja, wat is daar nou mis mee, man? Nee, helemaal niks mis mee. Maar, nou, dat zit je wel dwars. Nee, het zit me helemaal niet dwars. Maar er gaat iemand die gaat van Feyenoord naar een andere club en het gaat over een broodje kroket. Ik denk dat dat zijn carrière. Denk je dat hij daar zelf over is begonnen? Ik denk dat hij het prima vindt. Nee, want je hebt het interview gelezen met Johan van Boven. Hij wilde er dus niks meer over zeggen. Als hij er ooit iets over gaat zeggen, is het in een boek wat hij misschien gaat schrijven of niet, zijn biografie. En op het eind sloot hij af, nou, als we erin blijven, dan krijgt iedereen van mij een broodje kroket. Over iedereen wordt tegenwoordig een voetbalboek geschreven. Dus zou jij een boek willen schrijven van Michiel Kramer? Ik denk niet dat wij de prettigste samenwerking zullen hebben. Misschien wordt het wel een heel leuk boek. Het wordt een heel leuk boek. Als je er gesprek opneemt. Dan wil ik net zo dat jij ook allemaal video's gaat maken, net zoals die gozer die dat boek heeft geschreven van... hoe heet die gozer nu bij HBS voetbal? Die rechtsbuiten? Hoe heet die nou? Die zei... voetbal moet je mij niet vragen. Hoe heet die nou? Man. Die zei dat hij zeker wist dat een paar spelers bij Feyenoord, toen hij bij Feyenoord speelde, homo waren. Nee, niet Kastelen, want ik dacht ook aan Kastelen. Ruben Schaken. Schaken. Ruben Schaken. Nou ja, de auteur van zijn boek, die moeten we een keer uitnodigen, Jan. Ja. Hoe heet die beste man ook alweer? Peter van Drunen. Die heeft een boek geschreven en vervolgens maakt hij ook allemaal leuke filmpjes. Dus dan kan je er gelijk filmpjes bij maken. Je hebt net een nieuwe camera aangeschaft, toch? Ja, zeker weten. Oh, dat zou ik wel maar ik denk wel veel Spartanen blij zijn. Want er was toen zo'n lijstje van mogelijke spitsen voor Sparta. Toen dacht ik zelf, ik zag dat als je een beetje het vertrouwen in de vrijheid in Fred Friday gaf, dat daar wel mogelijkheden was, maar het valt een... Ik vind dat hij het uitstekend doet. Ja, alleen maar hij moet... iedereen wil toch wel graag een doelpunt zien. Ik zie ook wel dat hij hard werkt en afleidend werk, maar je moet af en toe ook wel een doelpuntje maken als spits. Ik ben benieuwd wat de advocaat ermee gaat doen, of je ze allebei opstelt. Wat denk jij, Jan? Als we kijken naar de prestaties van Kramer de afgelopen jaren. Ja. Gaat hij het goed doen bij Sparta? Ik denk het wel. Ik denk dat hij voor Sparta zeker belangrijk is. Kramer is natuurlijk... Kijk, Feyenoord was gewoon een stapje te hoog voor hem. Ook daar heeft hij natuurlijk maar best wel veel... Heeft hij dan niet gewoon goed gedaan? Hij heeft heel veel doelpunten gemaakt, ook belangrijke doelpunten gemaakt. Nou ja, zijn jaren bij ADO waren natuurlijk ook prima. Ik denk... Kijk, Sparta is natuurlijk wel lastig nu, want daar zit diezelfde druk achter. Nog misschien wel meer bij Twente. Van ja, we mogen niet degraderen. Dus dat is misschien voor hem ook lastig. Dan denk ik ook wel dat hij een jongen is die mentaal daar heel anders in staat dan de meeste voetballers. En ik denk eigenlijk dat dit best wel een goed huwelijk kan worden. Ik ben alleen benieuwd hoe advocaat dat met hem gaat doen. Dat vind ik wel een interessante combinatie. Jan, aangezien nu tegenwoordig alle statistieke mensen ook transferadvies geven. Ja, daar ben ik niet zo van, hè? Nee, weet ik. Maar ik heb geen index. Wat is de Jan Bavink-index van Kramer? Die is er nog niet. Zou jij uitkomen bij Sparta? Wil Sparta dan, nou ja, ondanks dat degradatievoetbal is, niet iets te veel voetballen? Hij heeft toch wel pomp of suiker nodig. Ik denk dat serieus advocaat het echt niks boeit. Hoe zij elke week, hoe ze een bal naar elkaar toe spelen. Echt niet. Dat gaat maar jij bedoelt... Nee, maar de jongens, de aanwezige jongens, die willen toch wel een beetje ballen. Ik zie hun niet echt... Alles links en rechts en naar voren pompen. Maar dat hoeft ook niet bij Kramer. Kramer is gewoon in de 16 is hij gewoon echt een goede spits. De beste kopper, misschien nog wel de beste koppende spits van Nederland nog steeds. Ja, kan goed. Heb je toch een voorzet nodig? Ja, nee, maar dat bedoel ik. Maar het idee is dat bij Kramer dat je op Kramer de lange bal moet spelen. Maar dat is helemaal niet zo. Nee. Nee. Maar dat is sowieso wel interessant. We hebben natuurlijk altijd vrienden van de show. We hebben Lars Veldwijk. Drie spitsen. We hebben nu Kramer, die is nu Sparta, heeft hij onderdak gevonden. Ruud Boijmans hier vorige week, nou, deed hij nog een beetje schimmig, maar het lijkt nu toch wel echt te gaan gebeuren naar Utrecht. Mooi dat hoe hij het hier zei, hè? Ja, de kans is toch iets meer dan 50%. Ja, die gaat dus gewoon. Ja. En Lars Veldwijk, Niel, dat is denk ik misschien nog wel degene die het minst goed terecht is gekomen. Die mag nou met de jeugd meedoen. Ja, het is. Ik denk dat hij het seizoen ook gaat afmaken daar. Tenzij er zo'n lucratieve aanbieding gaat komen uit een land waar de transfermarkt nog open is. Maar ik denk dat hij gewoon wacht tot de nieuwe trainer gaat komen. Maar wat is daar nou precies gebeurd? Ik bedoel, Faber zegt A, Veldwijk zegt B. Nou, eigenlijk is er nog... Het gekke is, we hadden heel even contact afgelopen maandag. En we zouden eigenlijk nu bellen, maar ik had een ander belletje. Dus ik weet het nu niet. Hopelijk zondag meer bij FC afkicken. Maar laat ik het zo zeggen, en dat is natuurlijk altijd lastig. Maar ja, ik vind het niks voor Lars, zeg ik nu heel oprecht, om dat op Twitter en Instagram te gaan zetten als dat niet echt zo is gebeurd. Dus ik denk echt dat het nog wel een beetje in het midden zit. Dat hij warm liep. Dat de bank naar hem keek. Dat hij dacht, ja, deze jongen heeft gewoon echt geen zin om in te vallen. En dat hij zoiets van, je laat me al zo lang warm lopen. Waarom mag ik er niet in? Dat is mijn gevoel, hè, zonder hem gesproken. Dus dat het niet direct aan hem is gevraagd, maar dat eigenlijk... Nee, want het mooie is dat op een gegeven moment supporters zich ermee gingen bemoeien. Ja.
die waar hij warm liep en die hem zagen warm. Maar die zeiden, hij heeft helemaal niet geweigerd. Maar dat is dan weer het Twitter-onderzoek wat we hier hebben gedaan. Ja, het blijkt toch, het blijft toch. Het vaar heeft natuurlijk al heel lang. Maar het is toch wat, hè, dat we het over. Ja. Tegenwoordig dus in Nederland over allemaal soaps hebben, terwijl we het amper meer over het echte voetbal hebben. Ja, het komt Faber goed je uit, denk wat, ik. Hè? Wat zeg je? Het komt Faber goed uit, denk ik. Ja. Ja, ja, het is natuurlijk deze week heel triest als er zo'n fantastische Europese week is. Toch? Op de... Nou ja, waar worden wij vermaakt met de Nederlandse ploegen? Nee, maar dat bedoel ik. Weet je, dit is echt... Ja. Ik kan me echt niet meer heugen. Nou ja, dat ik heb zitten kijken dat ik dacht, ja, oké, okay, leuk, maar wij in Nederland dan? Ja, maar moet je in zo'n week... De zijn we vorig jaar verwend? Nou ja, dat zeker. En dat heeft aangetoond dat er mogelijkheden zijn. Alleen, het zit een beetje voetbaltechnisch een beetje een negatieve spiraal. En dan moet je de Veldwijk en de Olysees in deze periode een beetje dankbaar zijn. Afgelopen zondag moeten wij het weekend doornemen. Nou ja, dat... Kijk, het is dat wij het leuk vinden om over voetbal te praten. Maar het hield niet over. Als je alle potjes van de Eredivisie afgelopen weekend ziet. Ja, dat is niet leuk. En zeker niet goed. Nee. En zeker ook als je het dan over Europees voetbal hebt. Ja. Onze drie topclubs, dat is toch beetje, wel echt modder, hoor. Dat is de grootste... Ja, graag. Jorie hoef je nooit te vragen. De grootste terugval dit seizoen. Ja. Hoe zij het presteren. Je gaat ook wat doen. Ja. Het is eigenlijk onbestaanbaar dat een ploeg zo zwak als PSV zo soeverein bovenaan kan staan. De terugval van Feyenoord is enorm. Bij Ajax moddert het maar wat en is het ook allemaal niet overtuigend. Dus is eigenlijk, er zit geen overtuigende ploeg tussen. De enige ploegen waar je een beetje bewondering voor kunt hebben, die zitten in de periferie. Een beetje onze drie topclubs. Nou ja, je moet er niet aan denken dat die mee zouden moeten doen in die Champions League. Zeker niet na de winterstop, zeg maar. Nee, dat is als je ziet, toevallig staat hier nu Porto-Liverpool te spelen. Dan word je echt kapot gespeeld. Arme Porto, ja. Maar je had niet Ajax PSV Feyenoord tegen dit Liverpool willen zien. Nee, dit lijkt ook wel... Het lijkt een totaal ander spel wat zich daar afspeelt. Het gaat zoveel sneller en we steken daar zeer zielig bij af op het moment. Maar dan zie je dus ook maar hoe dun dat lijntje is. Ja. En hoe weinig er nodig is om er een keer wel bij te horen. Want Ajax vorig jaar leek wel een ploeg te zijn die daar redelijk tegen gewapend was. Weliswaar ook hier geluk gehad en zo. Hè. Het had in die uitwedstrijden allemaal ook fout kunnen gaan. Maar ze waren er wel tegenop gewassen. Ja, je had sowieso een fantastische thuiswedstrijd genoeg marge opgebouwd om ook tegen een tikje aan te lopen. En als je kijkt gewoon... Zo verschillend was die ploeg ook weer niet. Hè. Het is toch... Nee, datzelfde geldt natuurlijk nationaal op Feyenoords niveau. Ja. Hoe zij iedereen bij de keel wisten te grijpen. Want je zag vorig jaar natuurlijk gewoon... Ja, inderdaad, gewoon zoveel punten gewoon gewonnen op het moment dat je het eigenlijk niet verwacht. En eigenlijk dit seizoen gaat niet heel veel slechter, maar gewoon qua punten veel minder. En dat is natuurlijk wel het maar gaat het niet echt... Gaat het niet goed, een stuk slechter het spel is wel minder inderdaad. Je maakt minder doelpunten, je wint minder wedstrijden. Maar goed, op zich, ik heb vorig jaar... Goed, ik kijk natuurlijk niet iedere week naar Feyenoord. Maar als ik nu zie wat ik vorig jaar heb gezien, wat ik dit jaar zie... Ik vind daar nu geen grote verschillen tussen. Behalve dat Feyenoord nu inderdaad, 20 punten achter staat op PSV intussen. Ja. In de intensiteit gewoon van de topclubs gedurende dit seizoen. Het is wel echt een groot verschil. Het heilige moeten maakt alle verschil. Ja. En dat was vorig jaar natuurlijk heel erg aanwezig bij hun. Ja. En de balletjes vielen ook goed. En, nou ja, en dan nu niet. Dat kan gebeuren. Dat gebeurt vaak met een kampioen. Dat een kampioen de lijn doortrekt en daarna nog zo'n seizoen draait. Dat gebeurt niet zo vaak meer. Nee, zeker natuurlijk met een groep waar gemiddelde mensen zeg maar, toevallig gezamenlijk hun beste jaar ooit hebben van een bepaalde leeftijd. Als het een jonge ploeg is, dan kan je die nog doorstuwen. En nu hebben ze volgens mij wel afgelopen seizoen, zeker aan Feyenoord kant, een paar boven hun stand geleefd. Maar ja, als je toch bij Ajax ziet, ook in de wedstrijden zeg maar, onder Keizer die er om gingen, Feyenoord, PSV, het zit, die hoge intensiteit zit wel in die ploeg, die is er nog steeds. Ja. Maar het lijkt er gewoon op het moment dat het niet een affiche is, dat niemand het eruit krijgt. Dat klopt, ja. Sowieso niet 90 minuten, nee. Wat Ten Hag zegt ook, inderdaad, tegen NAC heb ik een goede helft gezien tegen Twente, was vooral de eerste 25 minuten dat hij ze echt heel goed vond spelen. Ja, ik vond het mooi dat hij dat op het eind nog even recht zette, want hij ging het interview in als zijnde van ik heb gewoon één fantastisch helft gezien en daarna zwakte hij het af tot 20 minuten. Ja. Want veel meer was het ook echt dat niet. Klopt toch ook, bovendien, dat fantastisch mag ook wel iets afgezwakt worden, hoor. Dat was in orde, zeg maar. Nee, precies, maar het is gewoon wat je zou moeten doen thuis. Ja. Qua tempo. Ja, maar het is een volstrekt ander
voetbalbenadering die er nu bij Ajax is. En kijk, natuurlijk als je na zo'n geweldig seizoen in Europa Klaassen en Sanchez verliest, dat zijn aderlatingen. Maar dat neemt niet weg dat Keizer in de meeste weken heeft kunnen spelen met een elftal bestaande uit 11 mensen die er het jaar ervoor ook al waren. Ja. En dan weliswaar met Donny van de Beek op de plek van Klaassen en Matthijs de Ligt op de plek van Sanchez. Dus dan kom je misschien internationaal lever je dan wat stootkracht in. Maar verder had er best wat meer samenhang in dat elftal mogen zitten dan er zichtbaar was in de eerste seizoen zelf. Dus wat dat betreft heeft Keizer gewoon ook... die is maar blijven schuiven en puzzelen. Ik vond het een schokkend moment om na de wedstrijd tegen PEC Zwolle, thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle, die Ajax dan won, om dan Diederik Boer te horen zeggen van... Hey, die hele 5-seconden-regel, die hebben ze weer afgeschaft, dat doen ze niet meer. Terwijl dat nou die agressie, die enorme druk... Dat was het wapen van Ajax en daar zijn ze gewoon weer mee gestopt. Nou ja, dan krijg je een seizoen zoals het huidige. Ja. En dat is toch een aderlating. Met bijna dezelfde groep die volgens mij tot veel meer in staat zou moeten zijn dan ze hebben laten zien tot nu toe. Hoe kijkt ze in Italië nog aan tegen Lucas Tanjos? Ja, Lucas ze hebben daar überhaupt bijna nooit aangekeken naar Lucas Tanjos. Bij Inter heeft hij maar een paar wedstrijdjes gespeeld. Volgens mij, ik weet niet, je kan het opzoeken, maar 2 of 3 doelpunten misschien gemaakt. Nog ineens. Henk Vreese bestrijdt dat Castanjos mentaal zwak is. Die jongen kan voetballen, anders kom je niet bij die grote clubs als Internationale en Sporting Portugal terecht. Ja. Ja goed, hij is in Italië. Mensen vroegen zich echt af waarom die jongen in godsnaam in de spits van Inter speelde. Ja. Dus ja, die vinden het al lang... Knap dat hij in Nederland nog bij een respectabele club voetbalt op dit moment. Is hij het helemaal kwijt? Of zijn we te streng voor hem? Nee, hij is het wel echt helemaal kwijt. Ja? Ja, ik bedoel, uitgelezen mogelijkheid, maar tas er niet bij. Hij laat gewoon niks zien. Ik bedoel, tegen Feyenoord ook. Het is gewoon helemaal niks. En dat vind ik dan toch ook wel echt pijnlijk. Want zeker bij Feyenoord, zijn beginjaren was hij gewoon, leek het echt wel wat te gaan worden. Weet je, was ook wat sterk toen al, grotere jongen, goede techniek. Maar het lijkt alsof hij het echt helemaal verleerd is. Je zit ook eigenlijk helemaal volledig in een visueuze cirkel qua negativiteit. Wat gewoon eigenlijk alleen met 1 of 2 goede potjes is te doorbreken. Maar ja, aan de andere kant... Ik heb een paar mensen voor Vitesse die ik voorbij zie komen altijd in mijn tijdlijn. Ja, daar lust er honden geen brood van op het moment dat Matas geschorst werd. Ja, onder andere. Maar die hadden daar gewoon, die vonden dat volledig... verschrikkelijk dat die schrijven die wedstrijden gewoon af. Omdat, niet zozeer omdat Matas er niet bij is, maar omdat Castanjos dan gaat spelen. Want ze zeggen, ja, we kunnen niet scoren. Nou ja, dat Brian Linz het toevallig op zijn heupen. Ja. Maar ja... Castanjos staat toch ook redelijk stil? Want hij, als je nu kijkt, de Castanjos van nu van Vitesse en die Castanjos van Feyenoord, was... Ik zie dan niet echt ervaring erbij, niet echt... Nee, maar overal Petering. Waar hij naartoe is gegaan, heeft hij niet gespeeld. Tuurlijk, maar goed, ja, je zou toch verwachten... Het grappige is ook, als je kijkt naar wie Vitesse nu wilde aantrekken... als opvolger van Wolfswinkel... kwamen zij bij Matas en ze wilden nog een tweede spits. En dat ging dus tussen Veldwijk en Castanjos. Ja. Nou, beide kunnen dan niet zeggen dat ze een heerlijke herstart hebben gemaakt in de Eredivisie. Nee. Nee, ja, overigens, weet je wie ook opgestapt is? Marco Lemmens. Dat is... Ja, bij jouw club. Marco Lemmens? Kom op, nou, ben je nou Fortuna-fan of wat? Is de verzorger bij Fortuna. Het aanleiding is namelijk het gedrag van Sunday Olise. Lemmens liet Olise weten dat er een speler vanwege een Achillespeesblessure vervangen moest worden. Toen zei hij, je moet je niet bemoeien met het wisselbeleid, want hij was de hoofdcoach. Hij zei, shut the fuck up and sit down. Ik moest mijn mond houden en alleen bezighouden met bandages en tapes en verder niks. Nou, na de wedstrijd heeft hij nog bij de schouder gepakt en toen heeft hij gevraagd om Sunday Olise... loslaten. Hij werkte 8 jaar bij de nummer 3 van de Super League. En hij zegt blij te zijn dat de dictatuur van Olise nu voorbij is. Maar is hij nou opgestapt? Ja, maar dat stapt hij op om net nu Olise. Ja, dat zou je. Ja. Dan voel je ook wel. Lekker timing. Ja. Ik vind ook wel gewoon dat de verzorger zich met bandages en tape moet bezighouden. Als ik dit verhaal dan lees, die fysio van Chelsea, hoe heet ze ook weer? Eva. Waar zit zij nu? Want zij heeft toen die zaak gewonnen, toch? Tegen. Ja, dat was nog mooi, want toen ging ze trouwen en toen waren er die paar van de selectie waren er wel en een groot deel ook niet. Eva Canairo. Ja, oké, okay. Trouwens, vechten, weet je wel. Voor het eerst na conflict met Mourinho. Nee, dat is nergens volgens mij. Oh, okay. Heel goed. Weet je dat ze geboren is in Gibraltar? Zeker. Weet je waar de vader vandaan komt? Portugal, denk ik. Geen idee. Maar
Even kijken, ik wil nog even dingetje. Ja, want we hebben het net over Ajax. Matteo Cachera. Daar is Erik van ten Hag enorm van onder de indruk. Mm-hmm. Hij zit bij de wedstrijdselectie en dan zit je ook dicht tegen de basis aan. Het is een teken dat je deelnemer bent. Hij heeft een jonge Ajax laten zien dat hij goals kan maken. Dat hij een jongen met potentie is en fysieke mogelijkheden heeft. Hij heeft nog tijd nodig om op het juiste moment op de juiste plek te verschijnen. Maar het is prachtig dat je dan aan... Het is prachtig dat je dan Klaas en Huntelaar in de kleedkamer hebt zitten. Goed. Maar hij zit dus dicht tegen de basis aan. Ik neem dan dat het te maken heeft met de prestaties van Huntelaar. Ja, hij was ook vrij. Hij was vrij enthousiast nog over Huntelaar. Van Dolberg, toch? Ja, ja, uiteraard. Maar daarom ben je nu volledig gericht op Klaas en Huntelaar. En volgens mij is een deel van de tendens is van... Nou, geef die jongen dan ook maar eens een kans. Ja, laatst zat Kai Sierhuis al een keer bij de selectie. Ja. En nu daar ben ik wel persoonlijk in ieder geval... Die jongen heeft denk ik een abonnement op mooie goals. Ja. Ja. Wat we zien hè, in de Youth League en dat soort dingen. Kai Sierhuis. Ik zie zeg maar weinig dingen onder het eerste. Wat heeft hij niet of wat ontbreekt hem? Want het is helemaal niet des Ajax hoe lang het duurt voordat hij... Ja, maar hij had gewoon drie spitsen voor zich hè. Huntelaar, Dolberg en Cachera. Ja. En hij mag nog in onder 19 spelen. Ja. Dus ik denk dat dat een beetje de zaak is op dit moment. Ja, we hebben toch wel heel veel jonge spitsen gezien naar Dolberg. Hij is wel echt, hij is trouwens, hij heeft een... Hij is al 20, denk ik? Nee, hij is volgens mij pas 18, denk ik. Hij is zijn knieën. Hij heeft heel lang lopen sukkelen met zijn knie. Knieprobleem begin van het seizoen er weer ook aan het sukkelen geweest. Dus ik denk dat hij nu pas echt een maandje echt, echt fit is. En, maar inderdaad, hij heeft als doel om dit jaar nog te debuteren. Dus, en het zou eindelijk weer... Dat zou gebeuren. En, ja, ja, want kijk, ik vind het altijd raar. Misschien moeten we daar ook een beetje mee oppassen met Kai Sierhuis. Ik weet niet hoe lang die in de jeugd zit bij Ajax. Want iedereen wat zegt, ja, Dolberg is natuurlijk een exponent van Ajax jeugdopleiding. Ja, sorry, daar geloof ik niet heel erg in. Want die hebben ze gehaald toen hij 17 of 18 was. En toen nog in een halfjaartje in A1. En toen nog in Jong meelaten. Toen stroomde hij alweer door. Ja, ja, Kai Sierhuis is dan wel echt een iemand uit de opleiding. Ja. Toch? Ja. Ja. Ja, Dolberg die kwam... dan kun je met één stapje verder kun je ook zeggen... dat Zlatan Ibrahimovic een jeugdspeler... Exponent van de Ajax jeugdopleiding. Dat is natuurlijk onzin. Dat is gewoon een aankoop. Ja. In de laatste fase van zijn opleiding erbij gehaald. Dat is geen Ajax jeugdspeler. Maar ja, het is voor Ten Hag ook... Ja, die moet ook iets, hè. Huntelaar, dat hebben we allemaal gezien de afgelopen weken. Dat daar heel weinig uitkomt op het moment... wel doelpunten, maar niet veel goed voetbal. Dus nou ja, dan is het, ligt het voor de hand. Ja, je jinxed hem, hè, vorige keer. Ja, goed, hè. Heeft hij nog op gereageerd? Nee, hij is al actief twitteraar, toch? Ja. Ja. Nee, ik had even opgeduikeld. Dat hij voor de 10e keer gezegd dat hij graag terug wilde naar Ajax. En toen zei hij van, ik sta op, of weet ik veel, verwelkomt Huntelaar. Ik denk, nou ja, het zou tijd zijn dat hij een keer komt. Nee, het was niet best, maar 2 seconden later. En ja, dat zal altijd blijven en ook in zijn voordeel spreken. Ja, dan schiet hij er 2 in. Tussen al het kunst, schaatsen, skispringen, snowboardcross en zo... was er natuurlijk ook heel veel internationaal voetbal deze week. Zeker. Europees voetbal. Welke wedstrijd heb je het meest genoten? Ik heb eigenlijk alleen zitten kijken naar Juventus. Ja? Ja. En dat was knap, impressive van het Spurskant. Je weet dat is een ploeg die hartstikke goed voetbalt. Zie je wekelijks bij Match of the Day, maar dan is het toch wel des Engels om tegen die geslepen Italianen om dan gewoon tekort te komen. En daar leek het ook helemaal toe. Want Higuain had een minuut 15 nodig, geloof ik, zat hij erin. Ja, 9 minuten, ja. Maar ja, uiteindelijk voetballend... Is het breekpunt dat ze die pingel missen dan? Nou, weet ik niet. Ik denk als je die penalty gewoon op het slag van rust, als je die erin schiet, staat 3-1. Wordt het wel toch heel anders? Dan is het wel een andere wedstrijd, maar goed, ja. Ja, ik denk toch dat de Spurs was zo lekker aan het voetballen... dat ze gewoon volledig voor die 3-2 waren gegaan. En dan zien ze thuis wel. Dus misschien hadden ze dan wel verloren... maar ik denk niet dat ze moreel als verliezers van het veld waren gelopen. Nee, maar ze speelden echt fantastisch voetbal inderdaad. Spurs en die Dembele, die als volleerd balletdanser in een tankwagen... reed hij dat middenveld kapot van Juventus. Dat was... Ja. Dat is toch wel een fascinerend verhaal, als we over Moussa hebben. Ja. In Nederland stond hij bekend als een 10. Hè? Ze speelde kort achter bijvoorbeeld El Hamdoui. En nu is hij daar gewoon, de punt naar achter op het middenveld. Ja. Hè? Het hart van de ploeg. Ik vind dat altijd zo fascinerend, dat iemand dan in Nederland een hele andere positie... Het is gek hoe je als liefhebber met z'n allen wel zegt van...
wat een fijne en mooie en vooral goede voetballer het is. Ja. Maar ik denk als je al geheel kijkt, dat het dan misschien wel gewoon een beetje zelfs onderschat is. Want hij komt nooit in lijstjes voorbij. Hij komt, weet je, elke keer als, iemand, is, als hij op tv is, zegt iedereen van, oh, hij is wel goed, hè? Ja. Maar ja, je noemt hem toch nooit ergens. Ik zag nu toevallig gisteren op Twitter een soort compilatie voorbij komen van, ik denk Tottenham Spurs, ja, weet ik, ja, van de Spurs TV of zo. En dat echt letterlijk 5, 6 spelers, toen op de vraag van wie is eigenlijk de beste speler in de selectie, iedereen zijn moest aan hem belen. Weten wij van Gilles Zwerdt. Gilles Zwerdt, iedereen? Iedereen binnen de Belgische selectie zet op 1, Dembele. Het jaar dat AZ kampioen werd en nog steeds speler Simon Tsjommer, die hier vaak de gasten zegt ook, mensen hebben geen idee hoe goed die jongen was. Hij heeft nooit balverlies. Nee, maar ja, ik vind het dan wel opmerkelijk. Maar wat ik dan ook wel weer, Menno, zie als je dan naar die Champions League wedstrijd kijkt, dan twee potjes zijn echt wel echt top om naar te kijken. Maar ook het krachtsverschil bij die andere potjes. Ja. Basel tegen City. Ja. Ik was even andere dingen aan doen. Maar heb jij, je bent ongelooflijk druk, dat weet ik. Maar heb jij Jordi zijn Champions League preview gezien? Ik heb hem niet gezien. Nou, hij begon deze pot. Ja, Niel Peters. Nou, ik heb het trouwens wel altijd van de veilige voorspellingen. Ja, dat stukje heb ik wel gezien. Maar ik ga voor Basel. Nou, Jordi, wat ging er mis? Luister naar die eerste aanval. Ja, dan loopt die wedstrijd toch helemaal anders. Nou, dan wil ik Jordi. Ik heb het niet gezien, maar als Jordi als dat zegt, voorkomt, geloof ik hem. Dan wordt het 1-0 voor Basel en dan spelen ze die wedstrijd gewoon uit. Nee, ja, soms moet je gokje nemen. Er stond 8,60 euro op bij Toto. Ja, nou, dat is een goede bet. En dat had zomaar gekund. Ja, je moet dat kijk, als Ricky van Wolfswinkel die wedstrijd speelt, wordt het natuurlijk een heel andere wedstrijd. Ook dat. Nee, maar ja. Schokkender vond ik Porto Liverpool qua uitslag. Ja. Porto thuis gewoon een sterke ploeg. Zeker dit jaar, toch? In de Champions League. Ja, ik weet toevallig ingefluisterde feitje dat ze hebben thuis 1 wedstrijd verloren. Dat was van best thuis in de Champions League. Maar overal, al is de tegenstander beter, win je niet 0-5 bij Porto over het algemeen. Maar zij zaten toch in die pool? Nou, pool desdoods. Meer eigenlijk die pool die heel dicht aan elkaar gewaagd wordt. Met Monaco en Leipzig. Leipzig en Bistas, ja. Bistas op nou, daar gaan ze daarmee in door. Maar goed, 0-5. Ja. Dat was wel, je dacht van tevoren dus al van, nou kijk hè. Porto en Basel, dat zijn dan de twee ploegen uit kleine landen. Ja. Die staan er toch maar mooi tussen. Zie hoe ze eraf gaan. Ja, dat is wel, ja. Toch is het belangrijk om die rol te ambiëren. Niet zozeer die keiharde uitslag, maar daar moet je staan. Als ik kijk, zeg maar, in principe waardeloze en zelfs corrupte Griekse voetbal. Oh jeetje. Nee. Dan kan je het hard maken. Uiteraard, maar dan moet ik even, na de uitzending ga ik even mijn advocaat raadplegen. Maar Olympiakos, die gewoon van, weet ik, misschien wel van de 10 seizoenen, 8 seizoenen overwint het. Ja. Dat is wat je moet bouwen en creëren. En Basel is een heel goed voorbeeld. Porto is misschien iets daarboven, want die kan nog wel Basel meer dan dat. Maar Basel is echt, dat zou een maatstaf moeten zijn voor. Financieel verschilt dat niet zoveel met Ajax. Ik had wel een beetje medelijden met vriend van de show, Freek Jansen, die helemaal was afgereisd naar Basel. Ja. Die is de dag daarna wel met Ricky van Wolfswinkel door de stad gaan lopen. Maar ook ja, leuk. Ja, ook leuk. Maar ja, dan hoop je toch dat hij dan tegen Manchester City in actie mag komen. En Real Madrid tegen Paris Saint-Germain. 3-1. Heb ik niet gekeken, het was Valentijnsdag. En ik ben gek op mijn vrouw. Wat heb je gedaan? Ik was hier op het pleintje, was een nieuw restaurantje. Hummusbar. Hier op een pleintje was een hummusbar. Ja. Dat lijkt de eerste regels van het nummer. Met bleekselderij Fef? Nee, was er niet bij. Ja, nou, Jean-Paul Rizon, goedemiddag. Ik heb hem ook niet gezien. Nee, want ik wil zeggen, jij gaat ook elke keer vroeg je nest in. Elke ochtend gaat hij werken, hoe laat? Hij gaat om 1 uur. Hij gaat om 1 uur. Hoe laat sta je op? 2:15. We kennen je niet anders. Goed, Jean-Paul, maar je hebt het dus niet gezien. Wat heb je er wel van meegekregen? Wat ik ervan mee heb gekregen is dat de uitslag een tikkeltje geflatteerd was. Ja. Maar, en dat Lo Celso heel erg door het ijs zakte. Een jongen die het in de Franse competitie erg goed doet. Dit bleek dan toch wat te hoog gegrepen. Ja, dat kan gebeuren. Je neemt een gokje en dat kan ook zo uitpakken. Ja, maar wat ik wel heb gezien, laat ik dan gelijk maar al het voetbal bespreken wat ik wel deze week tweede helft Dortmund-Atalanta. Ja, dat was hartstikke leuk. Maar dat wil ik zo ook met Wesley. Maar ik wil heel even op Paris Saint-Germain. Dat is natuurlijk al jaren het geval. Zij moeten die Champions League een keer gaan winnen. En anders gooien ze er nog een paar 100 miljoen tegenaan. Ja, nou, dus dan weet je wat er gaat gebeuren van de zomer. Ja? Nee, maar ze kunnen zomaar thuis 2-0 winnen hoor. Dat is niet te overdreven. Wat denk je? Ja, maar Real Madrid in de Champions League is toch wel van een andere orde, toch? Real Madrid in de Champions League. Barcelona was ook altijd van een andere orde in de Champions League. Die hebben ze ook met 4-0 naar huis gestuurd vorig jaar. Real Madrid is nog steeds niet in de goede doen waarin ze vorig jaar waren. We dachten allemaal van tevoren dat zij fluitend inderdaad weer de Champions League zouden gaan winnen. Ja, dat liep iets anders. En natuurlijk, het blijft Real Madrid. Maar Paris Saint-Germain heeft genoeg kwaliteit om daar een goed resultaat neer te zetten. Het is redelijk sensationeel hoe waardeloos Real Madrid
tot dit toe was. Ongelooflijk. En uit het niets, één week voor deze wedstrijd, de tegenstander... Maar Fef, hoe kan dat nou? Ik heb werkelijk geen idee. Ronaldo heb echt... ik heb een compilatie voor iets moeten maken. Moet je kansen van Ronaldo die miste, moest ik bij... Hij heeft echt... Ben je aan het snabbelen? Nee. Waar snabbel jij? Nee, nergens. Wie is jouw manager? Joris Boerhoff. Oké, heel goed. Ah, dat zie je goed. Maar wat... Zo gigantisch uit vorm. En dat ene weekje voor... een week? 4 dagen voor deze wedstrijd. Winnen ze 5-2. Krijgen ze Sociedad op bezoek. Is goed uitgedokterd. Hij maakt een hat-trick. En ja, ondanks... ik kan zeggen tegen de verhouding. Ze winnen gewoon 3-1. En ik denk dat ze toch wel doorgaan. Ja, het blijft fascinerend om te zien. Maar wat Jean-Paul zei... Gisteren was natuurlijk een prachtig affiche in Duitsland. Dortmund tegen Atalanta Bergamo. Als we het over Atalanta hebben... vorig jaar was het een beetje een verrassing. Kan je dat nog steeds zo noemen? Nou, op zich wel. Ik vind het in ieder geval heel erg knap... wat Gasperini, de coach natuurlijk, nog steeds voor elkaar krijgt. Want het blijft toch een moeilijk te kloppen ploeg. En dat zie je natuurlijk ook in Europa. Want niemand had eigenlijk verwacht. En wat staat in de pool bij Lyon, Everton en Limassol uit mijn hoofd? Ja. En goed, Limassol die moet je gewoon kunnen hebben als Serie A-ploeg. Maar goed, bij Lyon... Het was ik denk dat je dat ook de verrassing kan noemen. Ja, dat Atalanta het goed doet in de Serie A is niet zo gek meer natuurlijk. Nee, maar dat ze zich ook op dit niveau bij Dortmund uit... waar bijvoorbeeld de Real Madrid de standaard afgaat... het zo goed doen. Want ik had niet verwacht... Tenminste, ik had van tevoren inderdaad gelijk spelletje misschien gehoopt. Maar goed, uiteindelijk verliezen ze dan. Maar ze komen er wel gewoon voor. Redelijk overtuigend spel. Niet verdedigend zoals je misschien... bij 90% van Nederland nog steeds de Italiaanse competitie een beetje wordt gezien als iedereen speelt op de 0-0, lange ballen naar voren en hopen dat er een keer op Inzaghi, Cutrone-achtige wijze een keer een balletje goed valt. Was vorig jaar eindigde ze als 4e of 5e? Vorig jaar werden ze volgens mij 5e. Want er is inmiddels wel een gat, dat in ieder geval wel 8-9 punten in de Serie A met de top 5. Ja goed, voor Atalanta is natuurlijk ook Europese voetbal is ook gewoon meegenomen. Het is geen doelstelling ik ook absoluut. En, ze hebben natuurlijk die Cassie natuurlijk voor heel veel geld afgelopen. Hè? Dat was echt het hart van de ploeg vorig jaar. Het is een halverwege het jaar zijn Milan ze... nog betaald toch? Dat is huur en dan kopen. Ja, dat was zo'n aparte constructie. Ja. Het zijn die Gagliardini kwijtgeraakt. Gagliardini halverwege het seizoen natuurlijk aan Inter. Dan die vraag, ze doen het wederom goed. We hebben twee Nederlanders die daar... Hans... 2,5. Hansie. Gozens is een Duitser. Hij heeft Nederlands paspoort toch ook? Ja. Gozens heeft een Nederlands paspoort. Ja, 2,5. Heeft hij een Nederlands paspoort ook? Ja. Nederlands en Duits. Okay. Ja. Maar 2,5, heel goed, FF. Maar moeten zij nu een kans gaan krijgen met de nieuwe bondscoach? Hans Hatenboer en Martin de Roon? Is Jan er nog? Ik ben er nog. Het is afhankelijk van... Of Jan er zit. Wat je nu gaat zeggen. Van de tactiek waar Koeman voor gaat kiezen. Want ik denk als hij traditioneel blijft... Nou ja, dan moet je zeker actief kijken naar drone. Maar als jij bijvoorbeeld een vergelijkbare tactiek gaat spelen als Atalanta, een 3-5-2, wat niet heel gek is in Europees verband, dan is er nu, denk ik, niemand die meer speelminuten maakt op een niveau dan Hans Hartenboer in die rol. Want hij is natuurlijk wel, het is niet meer de rechtsback Hartenboer. Het is wel gewoon de hele rechte flank. Nee. En hij doet het echt uitstekend hoor, want weinig mensen zien hem natuurlijk spelen, maar het is echt een... Wat ik gewoon heel knap vind, is dat je komt bij Groningen vandaan. Dat niet eens wel heel lang, toch? Wat heeft hij daar gezeten? Voor mij 1,5 jaar, 2 jaar. Voor mij komt uit de jeugdopleiding. Volgens mij 1 jaar, 3. Hij gaat dan naar Atalanta Bergamo, waarvan iedereen denkt, apart. Ja. Je mag hem gewoon hardop vragen of ze mee eet, hoor. Gewoon vragen of mee eet, hoor. Oh, dan ga ik nu even na de reclame. Straks na de reclame. Onder meer het ski springen. Goed. Ik eet niet mee. Hey, Fef, wat heeft die Turk op de schans al gedaan? Nee. Ja, de wereldrecord gesprongen. Ja. Ja, zijn we nog aan het over de Bosporus heen. Nee, laten we... dat Hans Hatenboer, dat eigenlijk heel stilletjes daar ontwikkeld heeft en... gewoon in de eerste maanden gewoon goed heeft rondgekeken daar. Keihard Italiaans is gaan leren ook. Dat hij dat super belangrijk vond als social media bijna afgesloten... om zich volledig op het voetbal te gaan richten. Dat is ook wel een vereiste daar niet aan. En ik denk dat hij wel het voorbeeld is van als een club het in je ziet zitten... en je hebt de juiste mindset om je aan te passen. Dus niet denken, ik heb zo bij Groningen gespeeld. Ik blijf vooral zo doorgaan, want ze hebben me om deze reden gehaald. Nee, ze zijn wel met hem echt aan de slag gegaan. Ja, is dat typisch Hans Hatenboer of is dat typisch een goede voetballer? Ja, ook de massa club interesse bij hem heeft. En dat is maar Atalanta is natuurlijk... Het is toch niet gek, zeg maar, wat jij zegt
om te doen slagen. Want ja, dat moet je altijd doen. Hoe vaak zie je het, als dat bedoel ik meer om te zeggen, dat als mensen naar het buitenland gaan, dat het niet werkt? Ja, die zo, ze zo, hebben die hem zo gehaald. Aparte de stap is toch ook het wel is een vrij merkwaardige stap. Ik denk dat er bijvoorbeeld geen verschil is in wat Davy Klaassen gedaan heeft sinds hij in Everton is, ten opzichte van wat Hans Hartenboeg gedaan heeft dat hij in Italië is. Behalve dat Engels wat makkelijker leren is dan Italiaans. Mm. Maar dat zijn gewoon veel externe factoren die zo'n buitenland af en toe kunnen beïnvloeden. Laat ik het zo zeggen, en dat is natuurlijk Ronald Koeman kennende, had hij echt wel een idee met Davy Klaassen daarbij. Maar op een gegeven moment haalden zij 7 middenvelders voor mij en hadden ze nog steeds geen spits. En dan denk ik misschien dat Atalanta iets beter. Als hetzelfde was gebeurd bij Ajax met Marcel Keizer, dan denk ik van, nou oké, die is overrompeld. Er zijn mensen die hebben gezegd, je moet die en die kopen. Ronald Koeman, die heeft dat toch zelf besloten? Nee, maar dat bedoel ik. Dus het idee bij Atalanta, er zit iets meer een idee achter. Dat Atalanta is natuurlijk vooral gebouwd een beetje op de jeugdopleiding. Want die hebben natuurlijk echt gewoon echt letterlijk een van de beste jeugdopleidingen van Italië. Als je in de buurt van Bergamo wordt geboren, krijg je in het ziekenhuis gratis een lidmaatschap en een shirtje van Atalanta. Om gewoon baby's die nog niet eens kunnen kijken, bij wijze van spreken, al fan te maken van die club. En dat is gewoon het begin. Want zij moeten natuurlijk toch een beetje, zeker op jeugdvoetbal, uit dezelfde vijver als de clubs uit Milaan natuurlijk. Ja, en de scouting daar is ook gewoon gericht op kleinere clubjes. Het maakt niet uit of je uit Egypte komt of uit Japan komt. Nee, dus je kan voetballen. Maar zij kijken juist naar de Eredivisie voor mij, toch? Het is toch best knap als jij zo goed doet in de Serie A en je haalt iemand die ooit als linksbuiten is binnengehaald bij Heracles. Hè. Speelde amper bij Vitesse, toen naar Dordrecht 90 voor mij gegaan. Ja. Toen naar Heracles. Hij speelt daar 1,5 jaar. Die halen ze dan naar de Serie A. Ja. Maar we hebben toch allemaal wel eens dat we een speler zien spelen en dat we denken, die loopt op de verkeerde positie of die krijgt de verkeerde opdrachten mee. Als zij dat bij Hartenboer ook hebben gezien, hij speelt natuurlijk toch heel anders dan die bij Groningen gewend was. Dan doe je zo'n jongen een aanbieding en dan zeg je, nou, we zijn dit en dit mee van plan. Kan je daarin vinden? Nou, hij heeft zich daarin kunnen vinden. En ik denk inderdaad dat het verschil met Klaassen niet zo groot is. Het enige verschil is, Klaassen heeft geen enkele goede wedstrijd gespeeld voor Everton. En Hans Hartenboer is een schot in de roos gebleken. Ja, en het is ook wel dat hij daar ook zei, het is allemaal leuk en aardig. Maar je kan ook niet mee, zeg maar, op een training hier. Want de eerste maanden werd hij helemaal verrot gescholden in het Italiaans. En toen ging hij maar nog harder rennen, want hij verstond de taal niet en zo. Ja. Maar zij trainde zo bizar zwaar. Maar je kan niet afhaken. In Nederland zei hij, dan proberen mensen nog wel eens, weet je, af te snijden en dat soort dingen. Ja, no way daar. Want afsnijden is gewoon nog een keer die ronde. Ja. En dat is het, Als je slimmer trainer bent, laat je hele ploeg nog een keer. Dan doet hij het ook nooit meer, toch? Als jij afsnijdt, dan moet jij niet een extra rondje, maar dan moeten we met vier een extra rondje. Ja, dat is prima. Dan krijg je een zelfregulerend vermogen van in zo'n groep. Ja. Hij is wel mondig geworden, hè, met die Olympische Spelen. Ja. Zeg ook ik dat hij ook overhemden? Oh, dat zijn zijn overhemden. Veel leren. Trek je nog een beetje, Jean-Paul? Kan je een beetje je voetballeven naast nog leiden? Nou, dit weekend ga ik natuurlijk weer alles kijken, want het is maandag gewoon weer FC Buitenland. En ik ben overdag de hele dag vrij, hè. Dat vergeten mensen ook wel eens. Ik zit natuurlijk, s'nachts zit ik hier. Maar ik heb eigenlijk meer tijd om voetbal te kijken dan normaal, man. Heerlijk. Hoe ver ben je met voetbalmanager? Met voetbalmanager? Nee, die heb ik nog niet aangeraakt sinds ik hier zit. Maar alleen de Champions League avonden, die schieten er even bij in. Wat zeg je? Dus de Champions League avonden schieten er even bij in. Oké. Okay. Maar ja, dat is toch niet... Hoe gaat het samen? Want je woont tegenwoordig samen met de grote einddirecteur Broes Stol. En met Mies. Mies heb je erbij gekregen. Ik heb vriendin meegenomen, hartstikke gezellig. En koken jullie dan ook samen en zo? Nee, ik ben er niet zo vaak. Oh, oké. Okay. Nou, heel goed. Maar het is lekker wonen in Amsterdam, dat had ik nooit verwacht te zeggen. Oh, dat is, stond de camera? Zie je nou wel? Ja, hier, Menno. Come to the dark side, ja. Wie noemde jou nou de vorige keer ook een Amsterdammer? Oh, Royce ten Drenthe, je had een Amsterdams kapsel. Heel goed. Over jouw club gesproken, en dan ga ik niet heel flauw doen over Feyenoord, maar over FC Utrecht, ben je blij dat Ruud Boijmans terugkeert? Ja, zeker. Dat hebben we natuurlijk vorige week al een beetje... Hij wou het nog niet zeker zeggen, maar dat was wel vrij duidelijk dat hij terug zou komen. Toen heb je me dezelfde vraag gesteld. En daar heb ik toen op gezegd dat dat best een aanwinst kan zijn. Heb ik jou dezelfde vraag gesteld? Ja. En dat is niks voor die opeens, hoor. En, kijk, luister. Het is een jongen die bij Utrecht een fantastische moyenne had. En het is ook op een basis waarvan kan je zeggen van ja, je bent gek als je het niet probeert. Hij sluit eerst aan bij Jong, begreep ik. Ja. En tenminste... Hij moet fit worden, hè? Hij moet fit worden. Nou ja, dan zou je idioot zijn als je zo'n jongen niet... Het is toch een buitenkantje en Utrecht heeft wel wat blessures daarvoor en niet heel veel opties. Nee. Dus, over buitenkantjes gesproken, dat heeft Ron Jans ook gezegd. Ik ben op zoek naar een buitenkantje bij FC Groningen. Nou, Ruud Boijmans zou dan geen optie zijn, want die moet er gelijk staan. Maar dat is dan geen buitenkansje, maar misschien een buitenbeentje. De nieuwe trainer van FC Groningen, Danny Buijs, samen met good old Henny Spijkerman. Ja, ja.
Ja, Danny Buijs weet ik helemaal niets van. Of die nou, die herinner je nog toch als voetballer? Jawel, die herinner ik me als... Wat is het eerste woord dat in je opkomt als ik zeg Danny Buijs de voetballer? 110% anti-Ajax. Ja, dat was er, die was niet zo erg liefde van Ajax. Hè? Nee, ik was ook nooit zo erg van onder de indruk van Danny Buijs, eerlijk gezegd. Zeker bij Feyenoord niet. Ik vraag me echt af of dan bij iemand bij Feyenoord een sympathietransfer doet. Van, nou... Die jongen is zo anti-Ajax, laat hem gewoon bij ons laten meenemen. Dat was de tijd met Theo Lucius als aanvoerder en weet ik veel wat het is. Er is toch verder in hemelsnaam, er is toch geen argument te verzinnen dat een club als Feyenoord Danny Buijs had gekocht. Nee, tuurlijk niet. Maar hij was elke keer voor die camera. Dat is een van de oorzaken waardoor Feyenoord is gekomen aan de rand van... Ja, laat me wel wezen. Je hebt heel veel geld uitgegeven aan eredivisie voetballers die natuurlijk nooit het niveau aankonden. Nee. Nou ja, dat probleem was natuurlijk vooral met alle grote sterren die terugkwamen bij Feyenoord en dat het toen niet liep. De vijf. Met Mekai en Hofland en Gio. Dat was vooral een hekel aan Ajax hebben. Bosgaard herinner ik me en zo. Dat ja, jezus, Bosgaard. Iedereen die een hekel aan Ajax had, die mocht meedoen. Overigens wel staat hij natuurlijk bij alle voetbalquizjes en zo... als de laatste doelpunt te maken in de Alkmaar de Hout. Ben je buis? Zeker. AZ, FC Groningen, de play-offs. Dat Ron Jans... hadden ze eigenlijk nog een wedstrijd door moeten Louis spelen. Van Gaal die helemaal stuk kapot ging tegen Ron Jans na afloop. Oh, dat was toen. Weet je dan nog? Of was dat het eerste doelpunt en laatste van Gerzende? Dat was ook Alkmaar eruit, toch? Gerzende? Nee, toen was het de uitspraak. Dat is die wedstrijd AZ. Dat was een soort voorzet wat erin vloog. Dat leek een werelddoelpunt. Ja, nee, dat klopt. En toen is het woord, in ieder geval, toen hoorde ik het woord is. Waarschijnlijk is het al 30 jaar eerder een keer gebeurd. Scorebordjournalistiek, zei Coco Adriaanse. AZ Roda, voor mij 0-5 of 1-5. 1-5, ja. Een voorzet van Gerzende. We hadden het net over Danny Buijs als trainer in de Eredivisie. Nou, vertel, jij kijkt elke week Kozakken Boys. Ja, tuurlijk, ja. Jij komt uit de contraille. Tuurlijk, regelmatig kijk ik Kozakken Boys inderdaad. Nee, ik heb echt geen idee wat hij kan als trainer. Ik heb wel een paar filmpjes gezien. Maar goed, die zagen natuurlijk al met Keizer van Jong Ajax. Van die mooie looplijnen en lijntjes. Met pijltjes en hoekjes. Met pijltjes ertussen. Zo eentje heb ik ook gezien van Danny Buijs bij Kozakken Boys. Maar... Ja, goed. Als je Keizers ervaring in Amsterdam mag geloven, dan wordt dit... ik heb echt geen idee wat... Is dat Barry Powell? Ja, zeker. Nou, niet meer, toch? Nou, hij is hier van de week geweest, maar ik was... Typisch Lars om dan niet even... Maar ik ben in ieder geval blij dat... En dat is natuurlijk... Er is totaal geen reden dat ze het nu in één keer goed gaan doen. Maar ik vind het wel fijn dat Groningen weer een beetje een trainer met kleuren heeft, toch? Naar Huistra, Van der Looy, Faber. Hij is nu, zit hij gewoon bij IJsselmeervogels, Jean-Paul, Barry Powell. Ja, dan doe je net alsof ik bij Bakkerij het Soepje werk, Niel, maar ik Nee, maar jij bent natuurlijk wel een kenner van het amateurvoetbal. Ja, dat zeg je altijd, ja. Nee, dat valt wel mee, hoor. Vind je dat niet? Die Lars had van de week gewoon even die Barry Powell, even een andere setting, even een microfoontje. Je moet vragen, trainer Danny Buijs, vertel. Mag ik nu trouwens attenderen op misschien wel het meest legendarische stukje televisie wat er gemaakt is in de historie van clubtelevisie? FC Groningen. Nou, het was meer Mijn Club, een programma van RTV Noord, Veendam en FC Groningen. Martin Drent als presentator. Ron Jans had Barry Powell uit de selectie gezet, want hij was niet gemotiveerd genoeg. Toen is Martin Drent met Barry Powell kerststukjes gaan maken. En heeft hij het lelijkste kerststukje afgeleverd bij Ron Jans. En toen legendarische woorden. Barry Powell, toen zei Martin Drent tegen Ron Jans, nou, hier heb je een kerststukje. En toen zei Ron Jans, de legendarische woorden, nou, die persoon moet wel een enorme hekel aan mij hebben. Maar goed. Misschien moet je het kijken, dan is het een stuk leuk. Hadden we bij moeten. Sowieso, dat mag ik. Dat ooit een keer weer terug mag komen op het internet of op de televisie. Als we het toch over legendarische spitsen hebben. Danny Dijkstra, Niel. Wat? Ja, zeker. Komt jou die naam bekend voor? Absoluut. Staat op de radar, heb ik gehoord, van SC Groningen. Wie is dat? Buitenkantje. Ja. Wie is dat? Zullen we maar gewoon gaan kijken? Wil jij kijken naar de teaser van FC1X2? Lijkt me lekker. Oké, laten we daar even naar kijken. Sportpark Essenberg in Groningen is dus waar het vandaag moet gebeuren tussen titelkandidaat VV Helpman in het blauw-wit en geel-wit in, uiteraard, het geel-wit uit Ameland. En ja, de cameraposities, nou, kijk eens aan, de cameraposities zijn al niet eens ingenomen, uw commentator is nog niet eens klaar. Of Ralf Boekema maakt er al 1-0 van, we hebben pas 2 minuten gespeeld. En het staat al 1-0. Lijkt zodoende een hele gemakkelijke middag geworden. Hier zien we dan nog Danny Dijkstra, ja, we willen hem eigenlijk doelpunten zien maken vandaag. Hier een aardig slijdingje toch op de aanvoerder van geel-wit. Ja, of het een zwalb is, daar mag je zelf een voordelen, maar... Ja, die schreeuw, nou die schreeuw die horen ze denk ik wel tot in Ameland.
Maar dan even later, een echte spits wacht op zijn kans, geklungel in de geel-wit defensie. En dan is hij daar, Danny Dijkstra met het linkerbeen, hij zit erin, 2-0. Voor Helpman, wat haar favoriete status lijkt waar te maken. Een comfortabele voorsprong. Nu nog hopen dat de Toto ook meewerkt. Ja, die eerste kan ik me wel in vinden. Ja, Aston Villa. Daarnaast denk ik dat Feyenoord verliest bij Vitesse. Dus die we fout. Ja, als Ajax ziet, moet je dat zeggen, hè? Dus eigenlijk hebben eigenlijk we het helemaal niet. Nee, maar we gaan het zien. We gaan het Danny Dijkstra. We gaan het zien. Zo. Nou ja, die Toto is mislukt. Dat stond ook in beeld. Spoiler. Maar Danny Dijkstra... Jan, jij bent altijd van de spoilers, ik ben benieuwd. Bij FC Groningen, ik hoor wat je zeggen, Niel. Ja, nee. Maar wederom gepromoveerd, de jongens van FC1X2. En deze week gaan ze op bezoek bij een tweede klasser. Ik vind dat het wel te makkelijk gaat eigenlijk. Ze promoveren alleen maar. Ze gaan elke keer bij de beste... Hoe zit dat eigenlijk? Het ziet zo makkelijke potjes uit. Nee, helemaal niet. Ze moeten een keer naar een ploeg die stijf onderaan staat. Voor mij, dit weekend gaan ze naar wel een ploeg die strijdt tegen degradatie in de tweede klas. Dat is toch veel mooier. Heb je nog opties voor waar de jongens langs moeten komen? De bedoeling is dat zij bij amateurclubs langs gaan, standaard teams. En eigenlijk bij thuisclubs die op een bepaald niveau spelen. We zoeken nu een tweede klasser. Tweede klasser... Torpedo Kattenburg, Menno. Ja, dat is jouw thuisclub. Dat wordt echt iets, ja. Ik zag trouwens nog door. Ik zag gisteren een... Dat moet allemaal nog een beetje gestalte krijgen. Maar als dat doorgaat, dan gaat mijn zoon daar voetballen. Het duurt al enige tijd, hoor niet? Ja. Want wat is het probleem? Het is op het marineterrein voor mij. Het oude marineterrein, toch? En de defensie moet definitief afstand doen van dat terrein. En als het dan van de gemeente wordt, dan kan daar een club gestalte krijgen. Maar volgens mij moet wel alles er nog gebouwd worden, hoor. Volgens mij staan nog helemaal geen gebouwen en dat soort dingen. Dus het is nog een beetje toekomstmuziek. Maar ik hoop dat het... Ik heb het shirt al. Van Copa, toch? Bij Copa. Nou, hebben ze een shirt uitgebracht? Zo. Nou, je mag het over Copa hebben als je deze trui aan hebt. Ja, toch? Ja, ik heb geen voorkeuren. Ja, ik heb wel voorkeuren, maar... Oh, nou, wat is je voorkeur? Ik vind Copa ook leuk. Ook leuk? Maar het shirt van Torpedo Kattenburg. Volgende keer neem ik hem mee. Hij is echt prachtig. Blauw-zwart, zo met golfjes van het water. Maar je had ook een club gezien, zei je? Nee, ik had gezien dat zij... Want een goed campagne is natuurlijk voel wel goed. Voel jezelf eigenlijk? Nee, niet meer. Ik heb vroeger heel lang gevoetbald bij Wilhelmus in Den Haag. Zeker. Zustervereniging is er van ADO toen. Ja, maar er zitten toch heel veel expats die daar voetballen? Ja, inderdaad, echt compleet buitenlandse teams. Maar goed, ik had dus gisteren inderdaad een interviewtje gezien voor een Engels voetbalblad, waarin ook Torpedo dan inderdaad een... Ja, voor de voetbalpink. Klein stukje, ik weet niet precies hoe het blad heette. Ja. Dat is inderdaad een klein stukje waar ze ook gingen vertellen dat ze eraan kwamen. Maar goed, het is... Tot nu toe is het... Ze vertellen al een tijdje dat ze eraan komen. Ja, precies. Het is volgens mij al een jaar of 2-3 het geval. Wordt langzaam dan een mythe. Ja, maar dat is ook goed. Ja, dat is prima. De beste club die nooit bestaan heeft. Ja. Feffi, naar welke wedstrijd kijk je uit dit weekend? Ik heb net het hele programma over zitten tikken in verband met FC Buitenland. En Nou. Net of dat een moedje is. Man. Bordeaux, Feff. Bordeaux. Zondag uit half bij 1. Is dat een mooie? Wat is er half 1? De derby van Torino. Torino tegen Juventus. Ja, te groot krachtsverschil. Ja, maar dat die was vorig jaar leuker. Nou, goed, op zich, het valt nog mee met hoe makkelijk Juventus daar wint. Afgelopen jaar echt ik heb me voorgenomen om, zolang Ziggo meewerkt, alles van Clarence 90 minuten te kijken. En dat is een straf, kan ik je vertellen. Mijn god, wat is Deportivo La Coruña slecht als je dat gewoon 90 minuten zit te kijken. En dat wordt echt een hele pittige klus voor Clarence. Maar hij had ook niet naar je geluisterd toch, Fef? Gewoon nee, natuurlijk had hij niet meer geluisterd. Want je moet ook even wat sneller, wat meer contact met hem gaan zoeken. Geloof, de 4-2-3-1 van hem, het werkt gewoon niet. Je moet gewoon, je moet iemand hebben die of 4-4-2 spelen of 4-3-3 spelen. Want je hebt voorin gewoon iemand, want hij gaat nooit een doelpunt maken. En Konya tegen Besiktas. Konya tegen Besiktas vanavond, ja, dat is hopen dat... Samuel? Ja, Eto'o en Jovic, ze hebben de twee topscorers bij elkaar gekocht. In de hoop niet te degraderen, dus dat is een financieel grote gok. Maar in mijn ideale wereld hangen dus foto's, dus zeg maar over jaar 5, als Samuel Eto'o waarschijnlijk weer bij een andere club gaat spelen, dan hangen de foto's van voormalig spelers van die club naast elkaar. En dat zou toch mooi zijn als twee spitsen... Als ik uitkom naast Eto'o, ja, dat zou prima zijn. Hangt er een foto van jou? Nee, natuurlijk niet, jongen. Alexander Klep ook, ja. Waar ga jij naar kijken, Jan? Of moet je weer het hele weekend werken bij al je werkgevers? Ik moet weer heel het weekend werken, maar dat is ook dus gewoon voetbal kijken. Kijk jij voetbal? Ja. Oké. Waar kijk je naar uit? Doe je dat? Dat is gewoon Jan Bavinck-pet. Oké, Jan Bavinck. Maar waar kijk je naar uit?
toch wel naar mij. Uit Chelsea, ben je er zo in? Nee, ik ga gewoon toch zitten voor Feyenoord. Dat nu voor het eerst Heracles treft zonder dat het koploper is. De laatste twee keer, bizar ook, hè? Dat gewoon de heenwedstrijd Feyenoord gewoon nog bovenaan stond. Praat om Twitter-account, dat Jan, hè? Op dat Jan nu gewoon... Ik zie nu ook dat Jan aan het praten is, wordt er getypt, zeg maar, op Twitter. Nee, maar ik ben wel benieuwd. Van Bronckhorst, het ging over Van Persie. Nou, hij wilde niet uitsluiten dat Van Persie ook echt ging beginnen. Doe dat nou niet, Jan. Zeg dat nou. Sorry, ga dat naar voren liggen, want je bent er weer een maand kwijt. Het zou zo mooi zijn. Ik hoop, zit Jordi zondag in de show? Ja. Ja, ik hoop dat Van Persie dan een hattrickje maakt. En dan vind ik het niet eens om het 4-3 te verliezen. Hattrickje. Dan heeft Jordi gezegd dat hij de studio-uitzending, gewoon onze uitzending, ja, opent met een liedje voor Van Persie. Ja, klopt. En ook in een Feyenoord shirt. Nee, natuurlijk is geen deal. Oh nee, jij doet het alleen. Ik ben gestopt met deals maken. Jij doet het alleen als Feyenoord 2-0 achter staat en hij komt erin en maakt 3 goals. Dat heb je toch een paar weken geleden gezegd? Ja, heeft hij gezegd. Ja, die durf ik wel aan. Wat doe je dan als dat gebeurt? Geen idee. Je vroeg net of ik een liedje wilde zingen. Ja? Het Feyenoord liedje? Van Persie een eigen tune? Ja, zeker. Ja, ik ga nu niet zingen. Dat moet jij gaan doen. Maar daar hebben we het straks nog over. Wat bestaat hij? Tuurlijk. Nou, dan doen we de Van Persie tune. Ja. Jij nog naast Ajax een wedstrijd waar je naar uitkijkt? Of je bent al blij dat je Ajax 90 minuten ziet? Nou, ik ga natuurlijk goed in de gaten houden wat PSV doet, hè. Ja. Tegen Angstgegner Heerenveen was ik ergens, hè? Thuis. Ja, ik zie ze daar geen punten morsen, eerlijk gezegd. Thuis? Ik zie eerder... Ja, het is PSV Heerenveen. Ik zie Ajax eerder punten morsen dan PSV. Vorig jaar was dat wel een spektakel, PSV Heerenveen. Die stonden 3-2 nog achter, toch? Met 5 minuten. Ja, die 3 goals van Gogenijet. Ja. Nee, maar inderdaad, ik denk dat de kans dat Ajax punten gaat laten liggen groter is dan de kans dat PSV punten laat liggen. Vrees ik. Ja. Maar het... De grootste kans is misschien wel dat er wederom niks verandert aan de kop van de Eredivisie. Nee. Nou ja, de top 3 staat echt mijlenver uit elkaar. Dat gat is 7-7-7. Dus tussen 1, 2 en 2 en 3. En daaronder is het gat 8 tussen 3 en 4. Ja, nou ja, 7 punten is helemaal niet zoveel, hoor. Alleen... Ik vind het wel mooi. Ik zie nou dus een Menno Pot. Die wordt elke ochtend wakker en die zegt het gewoon elke ochtend in de spiegel. Menno, 7 punten is niet zoveel. Nee, maar het is alleen wel heel erg veel als je zelf ook zo instabiel als de neten bent. Dan is het veel. En dat is dus een beetje het probleem. Maar niet gegarandeerd is dat Ajax alle punten pakt. Het is absoluut die laatste keer puntverlies geweest. Want kijk, met 7 is natuurlijk, je hebt 1 wedstrijd tegen PSV in handen. Ja. Daar mag je rekening mee houden, want als je kampioen bent, dat zal je ook van PSV moeten winnen. Als ze dan 1 foutje zouden moeten maken, en dan ben je nog steeds niet overtuigd dat Ajax alles wint. Maar 1 foutje, 1 misstap is een stuk realistischer dan gaan hopen dat PSV 2 keer puntverlies leidt. Als PSV 8 keer wint, zijn ze kampioen, las ik vanochtend. Van de resterende 11. Ja. Wat doen ze dan? 12. Ja. Oké, dit is echt voor mijn hersens. Ik heb nu kortsluiting. Ik heb in ieder geval dat ik denk, als VVV vanavond wint, die spelen tegen FC Groningen. Heb ik op ingezet. Dan zijn ze veilig. Ja? Nou, dan heb je 33 punten, Jan. Ik kijk even aan. Ja, maar die zijn thuis toch eens een hartstikke leuke ploeg thuis, toch? Ik denk dat 33, 34 punten ben je al veilig, toch? Dat is wel altijd wat er wordt gezegd. Ja. Of het ook waar dan is. Dan zouden ze dus in februari al veilig zijn. Dat zou ik heel knap vinden. De special bet van vandaag bij Toto is VVV Venlo FC Groningen. Wie wint de wedstrijd met handicap 1-0? En wat heb jij gespeeld? Ik heb VVV gewoon. Gewoon ook nog? Zonder handicap. Ja, maar als het naar die handicap dus ook, jij VVV? Ja. VVV begint deze wedstrijd met 1-0 voorsprong, wat denk jij? Sowieso, ja, VVV. Ik denk dat je een beetje andersom hadden we deze kunnen spelen. Dat denk ik ook, maar dan moet je staan bij Jong Wellens. Hey, Lars van Velsen, leuk dat je de show weer kijkt. Of dat je hem terugkijkt, of dat je van iemand hoort dat je nu genoemd wordt in de show. Anyway, ik ben in je scriptie bezig en dat is druk voor de begrijpen. Volgende keer even iets andersom doen. Even iets interessanter maken voor de kijker. Jij moet ook niet tegen hem zeggen, bepaal hem zelf even. Dan krijg je dit soort dingen. Ik ga me even kijken wat hij is als we hem andersom doen. Want dat is denk ik die we moeten hebben. Want dan is het met handicap 3,51, handicap 0-1. Dan zeg ik gelijk. Ik weet ook niet of dan ik dan... Dan is het 3,65. Ik weet ook niet of ik dan VVV durf. Gelijk je winst. Nee. 2 doelpunten verschil, winnen VVV thuis. Jawel, 3-1. Ja? 3-1? Ja, 3,51 bij de vrienden van Toto. Jan, wat denk je? VVV. Ik denk, ik hou mijn hart vast, echt, want ik gun het FC Groningen niet. Ik denk dat het een vernedering wordt vanavond voor FC Groningen. Een vernedering, ja? Ik denk gewoon die busreis echt... We hebben het al eerder over gehad, hè, met spelers. We hadden het met Ruud vorige week over, hè. Andersom, van toen hij bij VVV zat. Of bij Fortuna, helemaal naar het noorden. Nee, nog nooit een goede wedstrijd gespeeld. Positief inzien, Niel. Het is een heel ver... Ze zitten nou in veilig gebied, weet je wel? Daar begint niet te beven.
Dus op zich, misschien voelen we dan wel beter. Jean-Paul, doe je dit? Dit ligt echt gevoelig, hè, in Groningen. Ja, ik wil net zeggen, we mogen hier nooit... Hij wil niet meer terug in het voetbal. Hij blijft in de Olympische sport. Hij heeft nu helemaal afscheid. Nee, we mogen denk ik nooit meer grappen maken over... wat is het ook weer? Tuinhuisjes en springen en zo en aardbevingen. Nee, we moeten dat eigenlijk niet meer doen. Even de totaalvoorspelling, even kijken. Van de drie mannen aan tafel met mij. Oh ja, en dan is het weer mooi om te zien dat Jordi... Heb je dit wel daadwerkelijk doorgegeven aan Lars? Jazeker. Oh, oké. Okay. Nou, even checken. Volgens mij alle drie. Nou, VVV hebben we net besproken. Fortuna, denk jij... ik denk dat het de lange arm is van die eigenaar van Fortuna. Nee, dat moet je. Dat denk je dus helemaal niet, maar het is gewoon Fortuna. Nee, jij denkt echt dat ze het gaan redden? Ja, zeker. Telstar boven ploegje. Want we hebben het net gehad over die hoofdjeugdopleidingen die je nu overneemt. Maar Kevin Hofland natuurlijk ook. Ja, fantastisch, toch? Maar was dat per direct? Ja, voor mij is die per direct aangesloten. We hebben het daar net ook over gehad. Ja, nee, maar ik bedoel, we hebben het er nog niet lang over gehad. Dat het best bijzonder is dat zo'n corrivé... Ja, hij deed iets in de jeugd van PSV, toch? Ik heb verder geen... Ja, trainer van een onder 15 of onder 17, zeg ik uit mijn hoofd. Jullie denken allebei gelijk spelletje. Dat is trouwens wel... Ik vind het oprecht dat Telstar daar nog te weinig credits voor krijgt. Voor het seizoen wat ze nu draaien. En natuurlijk, iedereen heeft het erover. Maar met, voor mij, het budget... Ik kijk even Thomas aan. Wat is de begroting van Telstar? Die zal niet heel hoog zijn. Dit is toch fantastisch, Thomas? Maar ik vind het wel opvallend dat niemand zegt dat Telstar wint. Die hebben gewoon maar 2 van hun laatste 10 wedstrijden verloren. Telstar wint. En gewoon 3-3 tegen... This is where you heard it first. En gewoon 3-3 tegen Jong Ajax vorige week. Jerdy Schout, de laatste minuut. Heel goed. Het is een beetje psychologie... Van de koude kermis. Fortuna, ja, die hebben natuurlijk een klote tijd. Beleven die daar. En dan kan zo'n spelersgroep ook ineens naar elkaar toetrekken. Dus ik denk op zich dat Fortuna er wel... staat, maar Telstar is gewoon een goede ploeg. En Telstar krijgt van mij altijd credit. Wat voor seizoen zou ik draaien? Ja. Dan hebben wij mooie avondjes beleefd. Ja. Zo. Maar jullie hadden het net over VVV Groningen en die lange reizende bus en zo. Maar vorige week, MVV Cambuur, ook een van de langste ritten in de bus. Maar MVV won wel in Leeuwarden, met 2-0 zelfs. Ja, maar Cambuur. Ja, maar MVV is ook Cambuur niet had het lekker boven. Nieuwe trainer René Haken, die moet toch uit. Die heeft nu 2 wedstrijden aan het broer gestaan. Nee, je hebt gelijk. Afgelopen dinsdag scoutje. Index is dat niet gek, toch? Nee, ik denk dat ze bij Cambuur weer zitten. Was ze afgelopen zondag? Komt Sipke Jan weer 4 wedstrijden winnen? Het is Sipke Hulshoff en het is Sipke Jan de postbode, toch? Sipke Jan Bousema, van Opsporing Verzocht. Opsporing Verzocht? Dat niet. De laatste keer dat ik heb gezegd, school te veel jeuk zo nou. Zo, maar die heeft wel een carrière gemaakt. Misschien gaat het ook om het zo met Jean-Paul. Ja. En niet zeuren over lange busritten in Nederland, hoor. Kom op, hé. Nee, maar we skypten met Steven Pereira dinsdag. En die zei juist, ja, dat werkt heel motiverend. Want je zult maar 3,5 uur terug in de bus moeten zonder punten. Dat hij nu zegt, nou, dit is zo'n lange bus. Laat vandaag echt ons best doen. Ja, maar Menno van punt. Oké. Nee, maar ik zit ineens te bedenken, ik heb praktisch heel Turkije doorgereisd met een bus en wat dat betreft, die 3 uurtjes naar Maastricht, dat valt echt wel mee. Trouwens, dat moeten we denk ik wel gaan brengen. We hebben breaking news, in ieder geval, het is nog niet bevestigd. Jawel, Beijing 2022 hebben we net gehoord, de inzending voor Turkije. Zou het een optie zijn, Fef, als wij het gaan funden? Ik dacht dat ik slecht was met pain, maar die Shul die kan er echt helemaal niks van. Maar Feffi, als jij nou dat gaan vinden... Nee, natuurlijk ga ik dit niet doen. Waarom niet? Het levert gevaarlijk. Ik doe dat soort dingen niet. Ik ga ook niet bungee jumpen. Ik doe dat allemaal niet. Nieuw, hoe staat het met de Olympische status van het kaasrennen in Ierland? Is dat al Olympisch? Het is zomer, hè? Zomerspelen. Over 2 jaar weer. Nee, maar ik had wel iets ingezien. Dat vind ik helemaal niks. Oké, nou heel goed. Ik wil de gasten danken. Nu kunnen we hier nog heel even spelen doen. Spelen? Ja, ik ben even benieuwd naar wat jij nou vindt van dat Bergsma Kramer verhaal. Oh, maar daar heb ik al mijn mening over gegeven, hoor. Ja, maar kan ook hier toch aan deze kijken. Niet iedereen op Eurosport nieuw. Nee. Is dat nou weer? Ja. Hey. Jij hebt toch ook Eurosport? Hoezo? Ja, maar hij heeft een schotel met... Kijk, dat... Ik heb de hele wereld. Hij heeft zo'n kassie. Dat Jack van Gelder het nou niet kan vinden. Hij betaalt nergens voor me. Hij heeft het allemaal. Nee, maar nieuw. Even kort. Ja, maar de grote fout ligt toch bij NSC-NSF? Ja, dat zeg ik heel de tijd twitteren. Dus, ja, maar het is toch gênant dat de Volksland, als we mijn bronnen goed moeten geloven in Zuid-Korea, die hebben een interview gedaan met Anema eerder dit jaar.
Of eerder in 2017. Nou, dat bleef een beetje liggen. De NRC-NSF moesten dat bekijken, aangezien die in dienst is bij deze spelen bij de NRC-NSF. En die hebben naar verluid, omdat Anema redelijk hard uithaalt naar NRC-NSF en naar speciale persoon Maurits Hendricks, ja, hebben ze de brief meegestuurd, een kopie van de brief, waarin de berisping staat aan het adres van Jillert Anema. En toen werden ze bij de Volkskrant, dachten ze, oh, we zijn het in. Oh, maar dit is gewoon nieuws. En die hebben het gewoon online gegooid. En ja, dan denk ik, waarom doe je dat NRC-NSF? En sowieso zijn zij natuurlijk een dramatische partij wat het betreft qua communicatie. Elke spelerelletje, hè? Twee jaar geleden met Joeri van Gelder zeiden ze na afloop, ja, we hebben hiervan geleerd, we moeten in deze tijd moeten we open communiceren. Communicatie anno 2016 is anders. Nou, we leven nu in 2018, het lijkt serieus 1930 wel hoe zij communiceren. Dat ze denken, als wij een brief achterhouden, hè, want dat hoorde, dat vonden zij gepast bij die straf. We houden het stil, dan is het prima. In dat soort tijd leven toch gewoon niet. Dus ik vond het vooral jammer. Want ja, de hele tragiek en de fantastische momenten, ja, was toch echt gewoon op het ijs. En dit heeft een beetje afgeleid daarvan. Meer ook niet, denk ik. Waar moeten we dit weekend voor gaan zitten? Nou, morgen natuurlijk. Hè. Shinky Knecht weer in actie op de 15, nee, op de 1000 meter. Short track. En natuurlijk, ze heeft al goud gewonnen, Jorien ter Mors bij de 1000 meter op het lange baan schaatsen. Morgen komt ze in actie op de 1500 meter bij het short track. En het opmerkelijke van Jorien ter Mors is 3 keer in actie gekomen op het lange baan schaatsen. 3 keer goud bij de Spelen. 7 keer in actie gekomen bij het short track. Je zit gelijk in je, maar zonder jasje geloof ik hem toch niet. En nee, nog, dat is toch een nog geen prijs bij het short track. Dat is, hoe mooi zou het zijn? Zeg maar. Esmee Visser. Kan je in Nederland, ik zou zo graag Jan en Lars op die tweemans rodel willen zien. Nou, oké, maar ik wil het echt. Kan je dat regelen? Ook ergens onderdoor, hè? Ja, dus dat wordt het niet. Oké, okay. Jordi, ik ga dat regelen, maar dan ga jij skispringen. Schanspringen? Nee, skispringen. Wat is skispringen? Ja, iedereen noemt het schanspringen, maar het is skispringen. Oké. Okay. De schans springt toch niet? Jordi, ik ben akkoord. Nee, maar dan ga ik ook liever rodelen. Laat Lars dan maar schanspringen. Ja, dat is ook springen en dan ga ik met hem rodelen. Moeten we niet hier gewoon. Ja, maar het is toch wel leuk als wij een eitje doen. Je kan toch van net over de grens kan je skispringen? En dan kan je vast ook wel rodelen. Ik weet dat je vaak net over de grens komt, maar geen idee. Maar wil jij rodelen of skeleton? Wat is dat? Verschil? Rodelen is op je billen naar beneden en skeleton is zo met je hoofd. Nee, rodelen. Rodelen. Met je billen, niet met je hoofd naar voren. Dat vind ik eng. Oké. Maar volgen jullie de spelen eigenlijk? Nee man, ik weet helemaal dat dit geheel gewoon. Schaatsen kijk je ook niet? Nee, ik krijg iedere middag een pushbericht als we weer een medaille hebben gewonnen. Maar kijk ook het schaatsen niet? Nee, eigenlijk niet. Maar je hebt helemaal niks wel, met hem. Ik weet wel wie Sven Kramer is. Oké. Okay. Verder. Ik vind wel, dat vind wel ik wel. Weet je wat ik jammer vind? Bert Maalderink heeft het al eerder gezegd. En dan haal je het een beetje mee. Het kracht weg. Met dat die man met het Portugal visje? Zeker. Dat hij heel vaak zegt. Knap dat je nu voor de camera staat. Hè? Dat heeft hij nu de afgelopen 4 maanden 3 keer gezegd. Ja, dan haalt het een beetje waarde weg. Ja. Maar het was wel heel knap van Sven Kramer. En het allermooiste van het hele interview vind. Geen excuses. Ik ben gewoon niet goed genoeg. Ik voel dat al op de 5 kilometer en op de 10 kilometer. Maar wat ik daar wel interessant aan vond, Neil, is dat de data niet klopte. Nee, Bert vroeg ook aan hem van, hadden we het kunnen zien? En Sven zei, ja, zeker. Zeker, maar bij Eurosport. En met 20 man. Hoe zat dat bij Eurosport? Eurosport, Nelson Valkenburg, de commentator. Erben heeft het ook. Ja, Erben was niet helemaal. Nelson scherp. Valkenburg, commentator bij Eurosport, gaf het al aan. Dat hij dus het zag, dat zijn slag niet goed was. Als de aankomende 2 weken iemand uitvalt bij jullie, dan wil Jan er wel in. Waarin? In de Olympische Spelen. Nee, helemaal niet. Ik, vind, ik ben gewoon. Ben jij leuk, Jan? Nee, ik kijk alleen maar Kramer. Dus ik hoef nu niet meer te kijken. Ja, ploeg het nog, toch? Echt Feyenoord, ja, zeker. Laten we dan wel met. Kramer speelt niet meer Feyenoord, hè? Ik ben het weer vergeten, want de tijd vloog. Maar laat met een voetbaldingetje eruit gaan. Ik heb een paar keer op Twitter voorbij zien komen. In Tilburg zijn ze helemaal klaar met Erwin van der Looy. En heb ik Erben Wernemars. Ook. Vinden ze ook een rol met zijn yoghurt uit. Maar Sarina Wiegman. Ja. Zouden ze zijn geluid dat Willem II daar best wel eens. Ik hoor dat ook. En kijk, ja. Denken jullie dat de Eredivisie klaar is voor Sarina Wiegman? Nee, maar dat sowieso niet. Dat denk ik sowieso niet. En dat zal de komende 20 jaar natuurlijk niet. Kijk, als een club het moet doen. Maar kijk, dat vind ik hetzelfde. Als je een goede trainer hebt die ergens anders iets heeft neergezet. Ik vind het onwaarschijnlijk, maar dat ga ik weer zeggen dat. Dat natuurlijk aan mij ligt. Maar Mark Lammers had al lang een keer een kans moeten krijgen bij een Super League ploeg. Wat heb je nou? Je kan niet degraderen. Klinsman ook nog even, dan hebben ze allemaal gehad. Nee, maar je kan toch niet degraderen. Dus wat boeit het in de Super League? Ja. Als je altijd hetzelfde blijft doen, ga je nooit vooruit. Dus probeer eens iets anders. Ja, een beetje bang ben voor als iemand avontuurlijk gaat kiezen, dan is het zeg maar op een laag pitje.
dan is de kans natuurlijk heel groot dat er heel snel aan de stoelpoten wordt gezaagd. Want ja. Wat denk jij, Menno? De voetbalwereld is daar nog niet klaar voor, toch? Een vrouwelijke coach? Denk het niet. En al, ja, maar gewoon Telstar. Telstar gaat het doen. Telstar gaat het doen? Die nou, de, met een blauw veld Pieter de Waard kende als de baas daar, die zouden wel voor openstaan. Ja, eigenlijk hopen dat Telstar nu even slecht gaat een tijdje, want dan kan hij die trainer eruit. Nee, dat, ik of Pieter de Waard gooit gewoon deze trainer eruit als hij promoveert en zet dan Serena Wiegman voor de groep. Nee, ik denk dat de voetbalwereld daar niet klaar voor is. Nee. Niet om inhoudelijke redenen, maar puur om onderbuikredenen. Maar aan de andere kant, wat Groningen nu doet, iemand twee niveaus naar boven doorschuiven, zonder enige ervaring op dat niveau. Ja. Is misschien wel gekker, maar toch gewoner. Zeker omdat het Danny Buijs is. Ajax is de vierde kampioen mee geworden. Nee, dat was anders, jongens, dat weet ik. Dat weet ik. Ja, nou ja, ja, ja. Nee, maar het is hoe lomp is dat het werkt. Want als dit was best wel een issue geweest als het niet Danny Buijs was. Tuurlijk. Denk ik. Ja. Als het Jan Baarden was geweest. Niet gedaan. Nee, maar dat is natuurlijk ook zo. Nee, maar je had toch Wilfred van Leeuwen bij Eindhoven. Dat niet gedaan. Wat zeg je? Heet hij Wilfred van Leeuwen bij Eindhoven? Trainer van VVSB. Die is, heeft natuurlijk ook zo'n stap gemaakt. Wel ja, een ander podium. Hij is niveau omhoog gegaan, hè? Ja, oké. Okay. Waar is hij nu trainer? Eindhoven. Nee, die zat bij Eindhoven. Ja, zeer succesvol. Is een mentor, nou? Ja, nu ja niet meer. Hij heeft een kans gehad. Het werkt niet, het werkt niet. Je moet niet avontuurlijk denken, het werkt niet, jongens. Maar goed, jij zou toejuichen? Weet ik niet. Ja, wat is nou je standpunt? Nee, ik heb geen standpunt. Ik vroeg me gewoon af wat jij las die tweet en dacht, nou heb ik totaal geen mening mee, maar ja, ik neem andere mensen mee. Daarover verloren. Wat denk jij, Wesley? Het zou mooi zijn, weet je, maar ja, wat inderdaad wat Menno zegt, je hebt ook gewoon natuurlijk ja, vooroordelen en de kans als je iets, ja, goed, je hebt nu natuurlijk ook weinig vergelijkingsmateriaal, maar goed, als je hoe lager je instapt, je kunt het alleen maar beter doen, zou je zeggen. Maar goed, als het inderdaad niet lukt, dan word je ook gewoon gelijk afgebrand en is gewoon klaar voor de komende jaar. En alleen op eerlijke gronden, weet je wel? Want ik heb er geen zin in dat zij erin stapt en dan 5 nederlagen eruit wordt Ja, precies, ja. Hey, maar jij moet echt denken als club, oké. Okay, oh, dat denk ik. Als je iemand, zeg maar, als Serena Wiegman of iemand buiten de voetbal wil bellen, wij gaan hier verder mee komen en niet om het doen te laten zien, oh, wat zijn we innoverend en dat soort dingen. Het is woke zijn. Goed, gaat het eerder in Nederland gebeuren of in Italië? Wel eerder in Nederland. In Nederland ja. Ja, als dit eerder in Italië gaat gebeuren, dan... Wel een voorbeeld, Italië. Dat vind ik wel een van de mooiste kanten aan het Italiaanse voetbal. Dat ze daar altijd gewoon per wedstrijd... laten ze gewoon 5 minuten schitterende vrouw op de tribune zien, weet je wel? Ja, zo'n macho cultuur. Dan moet je ze in Nederland ook wel hebben op de tribune, toch? Ja. Oh, die heb je wel, hoor. Die voetbalprogramma's zijn al wel leuker om naar te kijken. Ja, alleen voor de presentatrices. We hebben toch in Nederland toch ook presentatrices? Ik, ja, maar als je ze daarbij zitten... Kijk je wel eens... Voetbalpresentatrices is toch alleen Hendricks? En jouw vriendin dan? Mijn vriendin zit daar. We hebben Aleta. Nee, Aleta leidt dan maar. Ja, maar die maakt toch geen programma? Die staat langs veld. Oh, oké. Okay. Fox wordt vandaag even. Misschien kijk je niet altijd, maar... is geen programma. Ze presenteert. En de vriendin bij Ziggo Sport. Aisha Margadi en... Zullen we stoppen? Goed. Body, Mind and Guilty Pleasures. Zondag om 11 uur bij Ziggo. Heerlijk ons programma. Ons favoriete programma, hoor. Ik ga ervoor zorgen dat jij nou een keer mag aanschuiven. Ik ga achter op die handtrainer staan. Nee, dat, oh, nou, als je kijkt wie ook... wie dat ook maakt. Jordi Amali. Maar ik vind het fascinerend, die mensen aan die achterkant, die gewoon die hele uitzending gewoon op die fiets zitten. Waarom zijn we ooit doen, commandeur gekeken, of niet? Er is dus een programma op Ziggo Sport, Body, Mind and Pleasure. Guilty Pleasures. Een Guilty Pleasures. En er zitten dus 2-3 mensen erachter in het shot. Nu zitten de hele uitzending gewoon te fietsen. Ja, nou, ik neem aan dat hij betaald krijgt, toch? Nee, wat je ervan vindt. Ik vind er helemaal niks van. Oké, okay, heel goed. Kijk het nou maar een keer. Ik weet zeker dat je hem uitzit. Ik ga het kijken, ja, want het klinkt als erg grappig. Ja. Wesley, dank. Ja, is graag gedaan. Dank. Mannen op de bank, dank je wel. Jean-Paul slaapt lekker alweer bijna, toch? Ja, ik kom hier nog even. Hij slaapt al. 6 uur. Gezonde man in je. Goed, Thomas, dank je wel. Vraag uit de chat. Wanneer gaan we jou een keer zien als presentator van JWO? Geen idee. Rot die bollen er een keer uit, man. daar ga ik niet over, jongens. Nou, dank je wel. Was dit je debuut op de bank? Ja, volgens mij wel. Oh, zeer goed. Ja, zeker. Maar volgende keer weer gewoon de Twente-peter. Wat het voor jou natuurlijk makkelijk maakt, dat het er heel snel goed uitziet als je naast Jan Bavink zit. Dat heb je slim gedaan, Thomas. Jan, dank je wel, jongen. Succes met al je klussen dit weekend. Jullie natuurlijk voor bedankt voor het kijken. Komende zondag. Om 8 uur zijn we weer. Als je nou niks te doen hebt en je bent wel fan van de Olympische Spelen. Morgen om 8 uur. Jean-Paul Dizon met Oost Daily. Graag tot de volgende keer.